Goedemorgen allemaal. Er gaan nog een aantal mensen heel rustig zitten. Beetje rustig. Wat fijn dat jullie hier zijn, live in een zaal. Het kan weer. Maar niet alleen hier in deze zaal zijn we bij elkaar. Ook thuis, en dan kijk ik even naar de camera's, zijn er mensen aanwezig. Voor het symposium met de titel Vormen bevers een gevaar voor onze infrastructuur? Mijn naam is Carla van Hee, ik werk bij ProRail. Daan Bos is ook aanwezig en loodst ons ook door deze dag heen. Neemt zo zelf even het woord om zich te introduceren en wat meer de inhoudelijke inleiding te doen. Aan mij de schone taak om jullie uit te leggen waar je aan bent begonnen vandaag, door hier te zijn. We gaan eerst naar een viertal lezingen luisteren. Vier perspectieven op deze casus, zou ik haast willen zeggen. Daarna is er een lunch. Die kunnen jullie hier nuttigen. En daarna is er, ik wil bijna zeggen schoolreisje, maar een excursie. Zo voelt dat dan toch, hè, als je met z'n allen in de bus gaat. Daarvoor is er nog wel even een inleiding door Wilmar. Volgens mij zit hij daar over. Zit je daar? Hoe kom ik daar nu bij? Ik dacht even dat er naar net gewezen werd. Daar zit Wilmar. Dus na de pauze nog even hier in de zaal, dan met z'n allen de bus in. En dan eindigen we wederom hier in de zaal. Met wat praktijkvoorbeelden volgens mij. Ook weer dankzij Cindy hiervoor aan wordt het een en ander uitgestald, heb ik begrepen. Zodat jullie je ook echt even kunnen zien waar we het eigenlijk over hebben. En als we het dan hebben, waar hebben we het vandaag over? Dan hebben we het over bewustwording. Dat is het woord, als ik de briefing las, dat kwam steeds terug. Dus dat wordt een beetje de rode draad van vandaag. De bewustwording rondom de bever. Dus dat gaan we aan het einde van de dag ook even checken bij jullie natuurlijk, of dat gelukt is. Voor nu geef ik het woord aan Daan om even te vertellen van waar hebben we het dan eigenlijk over. Dank u wel. Het rode. Ik ben Daan Bos, ik ben een ecoloog bij Altenburg en Wiemega en zoogdiervereniging. Ik ben met Carla voorzitter en ik probeer vandaag jullie te vertellen dat jullie heel erg welkom zijn. Ik ben ontzettend blij dat jullie gekomen zijn op deze dag over de bever en het gevaar wat zij vormen voor de infrastructuur. Dat is de vraag, maar ook de titel van het symposium. De bedoeling is dat wij begrijpen dat die bever niet alleen mooie kanten met zich meebrengt. De bever is namelijk heel bijzonder. Het is een sleutelsoort. Het is een soort die de mens helpt en die zeer waardevol is in zichzelf. Het is een dier wat leefgebieden creëert. Wat betekent dat nou sleutelsoort? Dat is dat hij leefgebieden creëert. Dat hij zijn omgeving verandert. Hij vreet, hij knaagt en hij graaft. En daarmee schept hij leefgebied voor andere soorten. Het is een ontzettend gewenst dier vanuit Europees natuuroogpunt, vanuit Nederlands natuuroogpunt. Hij is sterk beschermd door de wet, maar er is echt ook wel een spanningsveld. Want dat vreten en dat knagen en dat dammen bouwen en dat graven, dat botst natuurlijk met economische belangen of met onze infrastructuur. Nou, die voorbeelden die krijgen we vandaag te zien en de bedoeling is dat we daarvan leren. Ik ga ze niet allemaal uitwerken, maar ik heb vandaag wel even een hesje meegenomen waarmee ik regelmatig langs het spoor loop om bevergaten te zoeken. Vandaag gaat daarover vertellen Cindy de Jonge. Cindy de Jonge is denk ik een hele geschikte persoon om hier te staan. Zij heeft een hele belangrijke rol. Zij verbindt mensen. Zij werkt bij Bureau Biota en ze werkt bij namens Bureau Biota voor de provincies en de waterschappen in Noord-Nederland. De bedoeling is dat zij de juiste informatie aanlevert aan de juiste mensen om tijdig te kunnen handelen. Dat is eigenlijk precies waar het in dit symposium over gaat. Dus zij belichaamt de dingen die allemaal moeten gebeuren om goed om te gaan met bevers. Dus we hebben Cindy de Jonge Stegink. We geven jou de vloer om te vertellen over de casus bij Taarlo. En we heten je heel erg welkom, we wensen je veel succes en ontzettend bedankt dat je de moeite hebt genomen om hier te komen. Dankjewel. Blauw. Ik geloof ik doorgeeft. Nou ja, ik hoef eigenlijk geen verdere introductie meer te geven. Dat heeft Daan natuurlijk al heel mooi gedaan. Dus ik ga gewoon door naar de volgende. De afgelopen maanden heb ik heel veel mensen ontmoet die wat hebben met sporen. En ik deel die passie ook. Ik heb ook zeker wat met sporen. Maar eigenlijk met wat andere vormen van sporen. De diersporen. Voor mijn werk voor Bureau Biota, maar ook eigenlijk de afgelopen jaren al, ben ik betrokken bij de monitoring van de otter en de bever. En ik neem ze ook even allebei mee. Ik heb ze hier ook allebei staan. Aanleiding was ook wel
dat ik de afgelopen maanden een aantal keren de vraag kreeg van... moet die bever toch hier? Er zit hier toch geen vis? Toen dacht ik, oh, een stukje educatie. We moeten even wat uitleggen. Dit is namelijk de otter. En net als de bever zijn er dieren die door menselijk handelen zijn uitgestorven... en ook succesvol weer zijn geherintroduceerd in Nederland. Nou, dit is een toppredator. En eigenlijk vanuit die rol ook onmisbaar binnen onze inheemse flora, binnen de natte natuur. Hier gaat het om. Dit is de bever. En dit is ook daadwerkelijk de ProRail bever. In ieder geval, zo noem ik hem dus ondertussen ook steeds. En ik heb ze even naast elkaar gezet. De beide foto's. Vooral ook om even te laten zien hoe groot ze zijn. We hebben het hier over een fors knaagdier. Je hebt over een inheems knaagdier. Semi-aquatisch, dus dat houdt in dat hij ontzettend goed in het water aan de gang kan. Maar ook op het land. Nou, we zitten ongeveer bij de bever op een 20 meter links en rechts van de waterkant. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is toch wel eentje die we veel bij de waterkanten zien. Territoriaal, jaar rond actief. Geen winterslaap. Nou, en in een schemer een nachtdier. Dus de kans dat we sporen zien is vrij groot. De kans dat we het dier daadwerkelijk zien, niet zo heel groot. Nou ja, wat Daan ook al vertelde, ze vervullen gewoon een hele belangrijke rol binnen de biodiversiteit. Ze zijn in staat de natte natuurgebieden te herstellen. Dat is op sommige plekken ook echt wel nodig. Ja, ze horen gewoon bij ons. En daarbij, ze verhogen ook nog het gevoel van de natuurbeleving. Want goed, de meeste mensen vinden het ook ontzettend mooi om de sporen te kunnen zien. Ik heb er even een plaatje meegenomen van, ik kom uit Drenthe, dit is onze Drentse A-gebied. Bevers zijn hier aan het werk en die laten ontzettende mooie dingen zien. Dit is ook een plek waar de bevers daadwerkelijk zijn uitgezet in het kader van het landelijke herintroductieprogramma. Dit is een steenworp afstand van de casus waar wij het zo over gaan hebben. En wat we hier zien is inderdaad dus een beverdam. Even een stukje geschiedenis. De bever is, nou ja, net als de otter, eigenlijk door menselijk handelen uitgestorven. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is het dier zwaar bejaagd. De geurstoffen, hij werd goed gegeten. Zijn vacht met name, de wet aan de bever, onwijs veel geld verdient. Nou ja, kwamen er ook achter dat de ecologie eigenlijk niet zonder dit soort sleutelsoorten kan. We hebben gewoon de bever nodig. Maar waar we wel achter zijn gekomen is dat in de 200 jaar... afwezigheid van de bever. Nederland niet stil stond. Dus we hebben ondertussen dijken aangelegd, we hebben kades aangelegd, wegen. En wat ik zelf eigenlijk wel vrij sprekend vond is... 1826 is de bever uitgestorven in Nederland. En 1839 reed de eerste trein door Nederland. Dus in de tijd dat het spoornet hier in Nederland is aangelegd, waren er nog helemaal geen bevers. Ze hebben er ook nooit geen rekening mee gehouden. Nee, dat zet ons nu wel een beetje voor uitdaging. Nou, in tegenstelling tot de otter is dus de bever strikt vegetarisch. En ik heb even dit plaatje meegenomen, want we hebben toch vaak wel het idee dat ze alleen maar gigantische grote bomen omgooien. Nou, dat is niet aan de orde. Het grootste gedeelte van het jaar zijn het gewoon grote grazers. Eten ze plantenwortels, grassen, kruiden, bladeren, eigenlijk van alles. Je ziet ze nu al langzamerhand ook overstappen op het speenkruid bijvoorbeeld. Vinden ze ontzettend lekker. Liggen ze lekker op te grazen. Nou, de houtige gewassen doen ze uiteraard ook wel. Het zijn veel ook wel dit soort stammetjes. Een beetje polsdikte. Enerzijds om te eten. Ze eten de bast van de takken. De dunne twijgen ervan. Maar ook zoals het plaatje daarnaast zit. Het zijn knaagdieren. Hun tanden blijven hun hele leven lang doorgroeien. Dus ze moeten ook knagen om hun tanden te onderhouden. Nou, daarbij zijn bevers ook wel bekend om hun bouwwerken. Dus ze hebben het hout ook gewoon nodig als bouwmateriaal. Daar gaan ze soms niet voor minder. Dus ook bevers zijn in staat om behoorlijk grote bomen om te gooien. Sommige bomen doen ze in een paar nachten. Andere bomen, zoals deze, daar doen ze gewoon een paar jaar over. Ze komen even langs, ze nemen een paar happen en zijn weer voor een tijdje weg. Nou, ja, soms doet dan de storm het laatste zetje. Op het moment dat zoiets gebeurt, langs het spoor, dan hebben we wel een probleem. Nou, volgens mij hebben we dat een paar weken geleden ook al meegemaakt, dat er her en der
dat van dit soort foto's gemaakt konden gaan worden rondom het spoor. Bevers zijn ecosysteembouwers. Ze zijn perfect in staat om de wereld naar hun hand te zetten. En dat doen ze. Nou, wat we hier zien is dus ook een dam. En ik denk dat dat ook op zich ook een van de kwaliteiten zijn van de bevers. Dat ze door middel van dammenbouw ook het water kunnen gaan reguleren. Want ze zijn gewoon het allerhandigst in het water. Nou ja, de beverdammen zijn vaak opgebouwd. Takken, modder, steen. Daarmee creëren ze een waterdiepte. Dat is wat ze heel graag willen. Daarin kunnen ze zichzelf goed verplaatsen. Het kan zijn dat ze dammen bouwen om bijvoorbeeld de ingangen van hun holen, hun burchten, veilig te stellen. Het kan ook zijn dat ze hiermee hun forageergebied vergroten. Dat is gewoon heel erg handig als je via het water gewoon naar je eten toe kunt. Ze verbinden ook wel gebieden. Dus ze kunnen ook geulen graven waarmee meerdere waterpartijen met elkaar in verbinding komen. Nou ja, opstuwing van het water, dat kan een dijk, een kade en in dit geval toch ook een spoortalut instabiel maken. Nou, dat brengt ons dan bij de casus Talo, Drenthe, spoor 55-9-56-6. Ik zit ondertussen redelijk in de nummertjes. Dit is nog steeds eigenlijk een relatief klein boeberen slootje. We kregen afgelopen zomer de melding van een beverdam. Het water was al flink opgestuwd. Deze boer meldde het ook netjes. En eigenlijk door die melding konden we ook de boel in kaart gaan brengen. Waterschap kwam daarbij. Geldt hier toch ook een pijl. Het water stond toch wel behoorlijk pas hoger dan toch eigenlijk de bedoeling was. Dus de dam werd een aantal keren verlaagd. Bevers bouwden dat vrij rap ook wel weer op. Maar hier zijn we toch een tijdje mee zoet geweest. Ja, en bevers bouwen nooit zonder reden een dam. Zelfs niet in een heel klein boerenslootje. Eigenlijk was dit geniaal. Wat wij aanvankelijk niet zagen toen de dam er nog lag, maar nadat de dam wat verlaagd was, bleek dat er dus hier over het spoor een 50 meter lange duiker, 50 centimeter doorsnede, loopt. En doordat de bever hier een dam geplaatst heeft, was het water ongeveer 50 à 70 centimeter opgestuwd. De buis lag volledig onder water en deze bever kon dus supersnel van de ene kant van het spoor naar de andere kant van het spoor zwemmen dan. En dat deed hij dus ook. Nou ja, nadat de dam ook een aantal keren verlaagd was, stond er dus geen water meer in die buis. Nou, je zag hem soms bijna chagrijnig kijken, want meerdere keren per nacht bleek ook uit de monitoring, waggelde hij de 50 meter door de buis heen, om toch maar weer te gaan kijken hoe het aan de andere kant van zijn leefgebied was. Ja, ik kwam er zo nu en dan en ik had toch, het was denk ik ook zo nu nog wel eens een beetje een onderbuikgevoel. Ik denk, wat doet hij daar? Dan heb je een dam, dan heb je een duiker. Geen idee, waar woon je überhaupt? Nou, dit zijn situaties wat we op meerdere plekken sowieso in Noord-Nederland hebben. Ik kan alleen spreken voor Drenthe en Groningen. Spoorsloten, prachtige, ruige, moerasachtige zones, waar vroeger waarschijnlijk ook gewoon het zand uitgehapt is om de taluds mee te verhogen. Hier gingen steeds sporen naartoe. Hij markeerde daar wissels erheen. Nou, even weer terug naar die stukje ecologie van die bever. Dit kennen mensen vaak wel. Bevers bouwen burchten. Daar hebben mensen soms ook misschien wel een beetje een idealistisch beeld bij. Een groot berg met takken. Daar woont die beverfamilie dan in. Dat doen ze. Nou ja, ook ingang onder water. Een grote berg met takken. Ze kunnen echt fors zijn. Ze overstijgen mij soms wel eens dit soort burchten. Maar waar mensen veel minder bij stilstaan, is dat het voor zijn bever natuurlijk veel makkelijker is om een hol te graven. Heb je het bouwmateriaal niet nodig? Alleen dan moet de omgeving wel geschikt zijn. Nou, bij voorkeur steile hoeven, er moet nog steeds voldoende waterdiepte zijn. Nou ja, het probleem van dit soort holen is, nou ja, ik zit hier nog te glunderen. Dit was een plek waar zo'n hol ook absoluut geen probleem was. En misschien ook nog wel wenselijk. Er zijn een aantal dieren die wel gebruik maken van ook dat soort holen. Maar die holen zijn ongrijpbaar. Ze zijn echt lastig te traceren. Ze zitten onder water en op het moment dat ze niet instorten, weten we eigenlijk niet waar ze zijn. Nou ja, hier zie je dus een aantal plekken. Dit zijn twee foto's. Mooie watergangen, steile oevers. Nou is hier al best wel veel water, maar op het moment dat het water maar een beetje stroomt, nou ja, en we hebben in Nederland bijna overal een gestuurd waterpeil, dus
Er zijn altijd wel momenten in het jaar dat het water stroomt. Dan kunnen bevers daar een dam neerleggen en dan hebben ze de boel gewoon onder controle. Nou ja, het is vrijdag 8 oktober. Eigenlijk wou ik beginnen met woensdag 6 oktober. Toen zaten we ook allemaal bij elkaar. Kenniscentrum Bever werd geopend, symposium. En het zat mij gewoon nog steeds niet lekker. Ik had al wel een aantal meldingen, ook richting ProRail, gedaan. Ik had de toestemming ook om camera's te plaatsen op deze locatie. Maar ik had toch nog steeds zoiets van, wat doet hij daar? Is dit wel te inspecteren? Het is lastig, maar het zat me toch niet helemaal goed. Dus medewerkers van ProRail zaten bij mij in de auto. Daan zat bij mij in de auto op de terugweg vanuit het kenniscentrum. En we hadden het erover. En wij kregen toestemming om baatpak aan te trekken en toch eens even met elkaar het moeras in te duiken. Nou, dat hebben we gedaan. En op dat moment signaleerden Daan en ik echt een zeer recente verzakking van het spoortaluut. En binnen een uur lag het treinverkeer stil. Nou, dat was eigenlijk op dat moment voor mij een redelijk uitzonderlijke situatie. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Maar goed, wel ontzettend spannend. Je ziet de blauwe pijlen. Nou ja, je ziet inderdaad een deel van het moeras. De bever heeft zijn hol gegraven vanuit de spoorsloot het talud in, omhoog. En daar uiteindelijk gaat het ballast zakken en komt het in het licht. Nou, de technische verhalen, er zijn een aantal die dat uit kunnen leggen, hoe spannend dit is. Maar ik heb begrepen, dit was vrijdag, de zondag waren er nog meer mensen van ProRail bij. Pas toen kwam ik erachter hoe spannend het daadwerkelijk is geweest op deze locatie. Ik ben ontzettend gek met de bever. Maar mijn dochter rijdt ook elke dag over dit traject heen. Op het moment dat er hier een trein het talud afstuitert, dan is het draagvlak voor die bever wel meteen weg. Nou, dat was vrijdag. Die nacht, het talud gaat open, treinverkeer ligt stil. Internationale pers kwam erop af. Er gebeurde nogal het een en ander. Maar ook op de plek zelf gebeurde het een en ander. Hetzelfde weekend zijn een aantal mensen, en ik weet dat er een aantal in de zaal zitten, die hebben daar ook daadwerkelijk dagenlang spierpijn van gehad. Die hebben geulen gegraven en daarmee konden we op dat moment dat moerasdeel, dat stuk spoorsloot, ontwateren. Nou, doordat het water op dat moment naar beneden kon, konden we beter inspecteren. De holen kwamen in zicht. We hebben met stokken de holen dichtgezet en de beverdam is volledig verwijderd. Daarmee ging het water nog verder naar beneden. Ja, dit werkte ook echt als een ontmoedigingsmaatregel. En dat gebeurde ook. De bever vertrok. En nou ja, bij mij ging al bijna de vlag uit. Maar ja, wat helaas nog wel eens blijkt bij het ontmoedigen van dieren. Ze vertrekken. En in dit geval vertrok hij naar een gebied ongeveer 500 meter verderop. Nog ongunstiger. Nog steeds dezelfde spoorsloot, maar aan de andere kant van de 50 meter buis. Hij had bij dat stuk van 500 meter ook nog een aantal holen gegraven in dat kleine afwateringssluitje van het waterschap. Daar kon hij in duiken op het moment dat het toch een beetje te druk werd. Nou, wat we daar aantroffen, ik had al wel het een en ander gezien van bevers, maar ik vond dit echt uitzonderlijk. We hadden hier een strook van ongeveer 100 meter, 20 meter breed, een verland, moerasachtig systeem. Ik liep daar in eerste instantie met mijn waterpak in en ik had op een gegeven moment zoiets van, wow, dat weet ik niet. Stokte door. Het was een drijvende laag van ongeveer 20 centimeter met daaronder nog 150 centimeter water. De blauwe stipjes zijn wakken. Deze bever had ongeveer 20 wakken gemaakt in die drijvende vegetatielaag. En hij zwom eronder door van het ene wak in het andere wak. En ook gedurende de koude nachten kon ik door het laagje ijs wat er op sommige wakken lag, kon ik precies zien welke wakken hij die nacht gebruikt had. Nou, zijn wintervoorraad had hij allemaal rondom de wakken gelegd. Of eronder getrokken, dat had hij ook al gedaan. Ja, hij zat er fantastisch. Was ook niet van plan om weg te gaan. Het was een kwestie van tijd. Of ja, ook daar begon dus de boel te verzakken. Nou, dit is 22 december. Het was voor mij nog redelijk nieuwe materie. Maar ik heb nog nooit zo op scherp gestaan tijdens de feestdagen. Want het bleef niet bij die ene verzakking. Want op het moment dat, dat gaat van 's nachts het talud open, holen worden gedicht, de boel wordt weer aangestampt. Dit was een stuk van 100 meter, naarmate de ene plek was opgelost, min of meer.
kregen we verhoogde activiteit bij de andere holen. Dus we zagen toch nog steeds meerdere inspecties of meerdere verzakkingen. Nou, ProRail hield dit goed in de gaten. Dagelijkse inspecties door het moeras en over het talud. En ja, met elkaar hielden we even nog de vinger behoorlijk aan de pols. Ja, wegvangen. We hebben het er met elkaar ook echt wel over gehad. Dit kan niet. Een bever op deze plek kan niet. We halen de bever weg. Het probleem is opgelost. Deze locatie ligt zo dicht bij het Beekdal. Plekken waar bevers ook echt gewenst zijn. Bevers ook een belangrijke rol vervullen. Weghalen van de ene bever. Daarmee zet je eigenlijk de deur open voor de volgende. Dus we kunnen hem wel weghalen. Nou, we hebben geen garantie dat er misschien de week daarop alweer een nieuwe bever zat. Dus in allerijl zijn alle partijen bij elkaar gekomen. Want ontwateren was op deze plek geen optie. Het was veel te diep. Dus er kwam grotere, zwaarder geschut. Er zijn echt in onwijs korte tijd een heleboel knappe koppen bij elkaar gekomen. Om te gaan kijken hoe gaan we dit aanvliegen. Want dit is best wel een bijzondere situatie. Nou, uiteindelijk stond iedereen in de aanstand. Zijn de pompen gekomen. En toen is eigenlijk in alle minuut pompen aan, actie. Nou, met het leeg pompen van het gebied kwamen dus ook de holen in het zicht. Nou, dat waren ook best wel forse holen. En het was ook best nog wel een pittige klus. Want het was dus inderdaad een bak van anderhalve meter met ongelooflijk veel modder. En takken en bomen en noem maar op. Maar goed, het is uiteindelijk gelukt. En waar er hier op deze locatie voor gekozen is, is om het graverend te maken door middel van ballast. ProRail heeft ervaring met dit materiaal. En het materiaal is ook op deze locatie, kon makkelijk met treinen aangevoerd worden. Wat hier gebeurd is, is dat ze ongeveer een meter dieper dan de waterbodem een gul gegraven hebben. En daar is gewoon een beste bak ballast in gegooid. Nou, dat ziet er op dit moment dus ongeveer zo uit. Nou, het waterpeil kan nu dus ook weer stijgen. De pompen zijn uit. De bomen die hiervoor staan, die zijn blijven staan. Wilgenstruweel, bramenstruweel zal straks ook gewoon weer gaan groeien. En nou ja, het is hier de bever in ieder geval aardig onmogelijk gemaakt om te graven. Nou, dat het zinvol was, dat bleek toch wel uit de monitoringscamera's. Die kreeg op een gegeven moment midden in de nacht een appje van een van de spoorwerkers die hier bezig was. Ik kon die tijden gelijktijdig naast de beelden van de monitoringcamera neerleggen. En toen bleek de bever 's nachts gewoon anderhalf uur lang, die heeft gewoon toe zitten kijken. Hoe dus de mensen van ProRail 's nachts aan het werk waren, wat ze aan het doen waren. Ja, fantastisch. Maar ook daar bleef het niet bij. Eigenlijk naar aanleiding van deze casussen zijn we heel kritisch gaan kijken van hoe zit het met de verspreiding in Noord-Nederland. Op welke plekken zijn die bevers al? En op welke plekken kan het dan misschien best wel spannend zijn? Deze vijver bij Glimmende Punt, nog net Drenthe, was toch aanleiding om wat verder te gaan kijken. Dus in december heb ik samen met een collega toch weer baatpak aangetrokken. Zijn we de vijver in gesprongen en ontdekten wij drie holen. Ook weer heel vers en kwamen lintjes aan de boom. En de inspecties, of in ieder geval de monitoring van ProRail, werd opgevoerd. Ja, ook dat was een kwestie van tijd. En toen kregen we alweer een belletje. Ja, het treinverkeer ligt weer stil. Er is weer een verzakking. Nou, ook hier ben ik 's nachts bij geweest. En het is echt indrukwekkend. Ik had al het een en ander van bevers gezien. Maar hier had de bever van onderuit de vijver, onder water, zijn gang gegraven. We zitten hier op ongeveer een 3 à 4 meter diepte. Zo'n graver die graaft dus. Het gebeurt allemaal midden in de nacht, hè, thuis buiten dienststelling van het spoor. Al gravende is het wel ook blikken naar mij toe. He, zit hier nou echt wel een hol? We vinden niks. Ja, dieper. Nog maar dieper. Ja, totdat op een gegeven moment het best wel heel spannend gaat worden. Want hoe diep ga je? Nou, we hebben de gang uiteindelijk gevonden. Die zat dus inderdaad op 3 à 4 meter diepte. Die ging mooi horizontaal vanuit de vijverpartij omhoog. En die bevers hadden hun, of dit in ieder geval één bever, had zijn slaapvertrek, woonvertrek, precies onder de spoor. Die dendert gewoon 8 keer per uur een intercity overheen. Blijkbaar dusdanig stabiele tijden dat hij dat wel prima vindt.
Hier is ook weer op dat moment het hele teluut leeggetrokken. Bomen eraf, struweel weg, kaal gemaakt. We hebben de holen dichtgezet met takken. Aan de hand daarvan konden we ook controleren in hoeverre die holen ook nog in gebruik waren. En daarbij, deze vijver, en dat was toch weer een hele andere plek ten opzichte van de eerste casus. Hieromheen ligt een vrij belangrijke kade van het waterschap. We zitten hier in een beekdal, het water kan hier ook in korte tijd behoorlijk voor stijgen. Dus wat wij wouden voorkomen was dat wij de bever enerzijds uit de taluut jaagden en dan linea recta de kade van het waterschap in. We willen toch nog wel een beetje goede vrienden houden. Dus we hebben besloten om een test te gaan doen met het bouwen van een kunstburcht. Dus we hebben met vrijwilligers van de Beverwerkgroep Noord-Nederland en met medewerkers van ProRail hebben we een zaterdag een kunstburcht gebouwd. Ja, ook om deze bever hartje winter hebben we het nog steeds over een alternatief te bieden op het moment dat hij uit zijn holen werd gejaagd. Nou ja, deze dag was sowieso al waardevol. Een stukje kruisbestuiving. Het was heel fijn voor de vrijwilligers om de verhalen te horen van ProRail. Het was denk ik voor ProRail ook wel heel erg goed om ze nu dan eens de verhalen te horen. Hoe het nou eigenlijk zit met al die zoogdieren in de provincie. Nou ja, of die nu in de kunstburg zit, we weten het niet. Kunnen de camera niet helemaal goed stellen. Maar hij markeert er op dit moment naast. En hij eet ervan. Nou. Het was natuurlijk een graver, deze bever. Ja, welke bever is dat niet? Maar we hebben er toch ook voor gekozen om aan de andere kant van het taluut te kiezen voor een alternatieve beverhollocatie. Dus er is een flinke hoeveelheid wat leemhoudend zand heen gegooid. En daarvoor is de waterpartij uitgediept. Dus daarmee heeft die bever al zijn, nou ja, zijn waterdiepte, wat hij ook gewoon nodig heeft. Op het moment dat we een hele harde, koude winter hebben en er ligt ijs op het meer, dan wil hij ook gewoon onder water een beetje bewegingsruimte hebben. Nou, we hebben meteen ook de kans aangegrepen om de wand dusdanig aan te leggen dat eventueel een oeverzwaluw of een ijsvogel er ook in zou kunnen. Nou ja. En daarna is er met de harde hand ingegrepen. Want hier is dus ten opzichte van de andere kant waar stortsteen of de ballast is geplaatst, zijn hier damwanden geplaatst. Nou ja, je kunt hem eigenlijk wel zien lopen. Nou ja, ook dat was nog even spannend. Want geef jij 100% garantie dat die bever niet in dat taluut zit? Ja, ik geef die garantie niet. Dus dan is het best wel heel erg spannend. Hoe gaat zo'n bever reageren als hij nog steeds in het taluut zit? En ondertussen worden er damwanden geslagen. Dan is het toch weer monitoring met de camera's. Dus ik huppelde wel even toen ik dus zag dat de bever uiteindelijk aan de goede kant van de damwand zat. Toen die even ging kijken nou ja, wat iedereen daar gedaan had. Samenvattend, vraatschade. Nou ja, bomen langs het spoor kunnen omvallen. Gelukkig zijn dat wel sporen die heel goed opvallen. Natschade. Dus door middel van die dammen kunnen ze het waterpeil dusdanig opzetten. En dat kunnen echt behoorlijke hoeveelheden water zijn wat opgestuwd wordt. En vooral op plekken waar het heel vlak is, daar is die werking van die dam, dat kan bij wijze van spreken wel een paar kilometer verderop nog steeds voelbaar zijn. Ze kunnen flinke hoeveelheden water bergen. Nou, ook dat blijkt toch nog wel eens de instabiliteit te kunnen veroorzaken van zo'n baan. Nou, en graverij, nou ja, dat lijkt me duidelijk. Monitoring wordt ongelooflijk belangrijk de komende jaren. De beverpopulatie doet het gewoon ontzettend goed. Ze breiden zich verder uit. Het zijn ecosysteembouwers. Ze kunnen overal terecht. Hebben ze een klein beetje water, dan gaan ze aan het werk. Nou ja, ik heb hier een stukje bever versus de ree. En ik heb hier een stukje bever versus de mens. Ik denk dat de bever ons wel ondertussen heeft laten zien dat hij echt dankbaar gebruik maakt van de infrastructuur die wij de afgelopen jaren met heel veel zorg hebben neergelegd. Ik vind dat bewonderingswaardig. Ik vind het echt soms geniaal. Tovert soms ook een glimlach. Dan denk ik, ach, wat slim. Maar ik ben er toenemend wel ook wel benauwd van geworden. Kenniscentrum Bever. Ik denk dat de bever en ook vooral deze casus ons wel heeft laten zien dat de bever ons allemaal aangaat. En dat we daar ook met elkaar wat van moeten vinden. Maar dat we ook samen moeten gaan werken
om ervoor te zorgen dat enerzijds die bever gewoon een hele mooie plek heeft in Nederland. Dat er een gezonde populatie kan ontstaan en dat ze ook op die plekken ook echt die rol kunnen vervullen waarvoor we ze ook, ja, ook weer geherintroduceerd hebben. Maar dat kan niet overal. Deze foto heb ik gemaakt jaren geleden tijdens de opleiding Diersporen. Die staat onder de spoorbrug in Zwolle. Ik vond hem wel passend. Dit was hem. Cindy, ontzettend goed gedaan. Heel erg bedankt voor je verhaal. Je hebt dit verhaal namens Bureau Biota, maar ook namens ProRail verteld. Je had hier eigenlijk met Volkert voorbereid moeten staan, de ecoloog van ProRail. En je hebt min of meer impliciet aangenomen dat die gaten gevaarlijk zijn. Wij als ecologen kunnen dat niet beoordelen. Maar de mensen van ProRail hebben nadrukkelijk aangegeven, zo'n gat onder een spoortaluut is onacceptabel. Ik denk dat dat heel goed is om dat even expliciet te zeggen, omdat het consequenties kan hebben voor de baanstabiliteit en dat daarmee treinen kunnen ontsporen. Je hebt het genoemd als een gegeven voor jou, maar ik denk dat de mensen thuis misschien niet snappen dat zo'n gat onder de rails echt zo gevaarlijk kan zijn. Dat is een van de dingen die je hebt verteld. Andere dingen die je hebt verteld is hoe moeilijk het is om zo'n hol te vinden. Ik ga er nu niet verder op in, ik ga het later samenvatten, maar eerst geef ik ruimte aan mensen uit de zaal om misschien vragen te stellen. U kunt in ieder geval nadenken of u een vraag heeft aan Cindy over deze presentatie. Wacht u even op een microfoon alstublieft. Op het moment dat er een microfoon bij is, kan het ook thuis gehoord worden. Ruud Attekus, baaninspecteur Wallen. Ik las van de week op internet dat er in Groningen een geschat aantal van 247 bevers waren. Maar dat de ideale situatie is tot maximaal een 1880. Dus er komen er nog ruim 6 keer zoveel bevers dan bij als het ideaal is. Dan wordt volgens mij het probleem ook 6 keer groter. Of het risico zal ik het noemen. Ik denk dat wij ook aan het werk moeten. Dat hadden we misschien al ietsjes eerder moeten doen. Er zijn toch ook al wel partijen die al jarenlang aangeven dat die bever een serieus probleem kan gaan vormen. Maar soms moeten we het gewoon eerst even zien, voordat we daadwerkelijk in actie komen. Dus ik heb over de aantallen, en dat speelt hier in Noord-Nederland nog wel een beetje. Eigenlijk hebben wij 2 populatie bevers in Nederland. We hebben een landelijke populatie uitgroeiende vanaf de eerste herintroductie in 1988. Dat is een populatie die het inderdaad ook heel goed doet en ook in aantal en ook in verspreidingsgebied ook die gunstige staat van instandhouding al behaald heeft. De populatie waar we het nu over hebben, je benoemde inderdaad het aantal van 245, ik gok nu al richting de 280, gaat best wel snel. En sommige dieren waren ook een beetje stiekem. Dus die komen nu ineens op de kaart. Het is ook voor de landelijke populatie van belang dat wij aansluiting hebben. Dus dat het niet alleen goed gaat voor aantallen van de bevers, maar dat ook de aansluiting onderling tussen de populatie goed is. Dat is ook gewoon een stukje genetische, dat we ook een jarenlange goede populatie houden. Het is nog steeds, denk ik, heel belangrijk dat er dus verbindingen zijn, dat wij een grote, gezonde populatie bever hebben. Maar we moeten met elkaar echt bewust zijn. Dat kan niet overal. Die bever kan het wel overal. Woonwijken, stadszuin, maakt niet uit. Dus deze vraag, dat was een goede vraag. Want het is, de waarneming is, de aantallen nemen toe. Dus de problemen die op ons afkomen, nemen ook toe. De positieve dingen nemen ook toe, maar de problemen die op ons afkomen, nemen ook toe. De soort is wettelijk beschermd, op Europees niveau en op nationaal niveau. Daar horen we in de 4e casus nog van Gerry Mensink. En dat stelt ProRail en alle andere mensen in de... Voor het dilemma dat op het moment dat er iets aan de hand is, dat ze niet zomaar kunnen ingrijpen. Cindy heeft verteld dat er allerlei maatregelen zijn genomen. Maar voordat die maatregelen zijn genomen, is uitdrukkelijk gekeken hoe dat kan met de minste impact op de bever. En met toestemming van het bevoegde gezag. Daar komt Gerry Mensink later op terug. Cindy, er is nog ruimte voor 1 vraag. Ik neem toch de makkelijkste weg, degene die dichtstbij zit. Sorry voor de anderen, maar Cindy is hier de hele dag. Dus volgens mij ben je de hele dag beschikbaar voor vragen. Vanmiddag sta ik hier ook. En dan, precies, daarom. Ja. Dus voor nu nog even de meneer in het blauw. Goeiedag, Cindy, ik heb een vraagje.
Je zei in het begin dat, dat die bever heel erg belangrijk is voor de mens. En ik hoor in jouw verhaal een hele sterke betrokkenheid, hè, over ecologie. Dat soort dingen snap ik. Maar als ik nou leek ben, hè, en ik denk van ja, wat heb ik er nou aan? En, want jij hebt het over sporen, dat moet ik al snappen. Hè. En 's nachts zijn ze actief. Maar ik wil eventjes van jou graag horen. En ik merk, hè, ik hoor jou, dat jij goede verbinding kan leggen tussen, hè, aan de ene kant die bever, de mens, hè, organisaties. Dus hoe leg je dat uit? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik kan niet zo heel erg snel meer terug naar die ene foto van die beverdam in het Drentse A-gebied. Maar we hebben het daar over plekken, natte natuur, die de afgelopen tientallen jaren behoorlijk onder druk zijn komen te liggen door menselijk ingrijpen. Door hoe wij ook het landschap hebben ingericht. Bevers zijn daar aan het werk gegaan. Ik monitor daar een aantal casussen. Dit is echt een postzegeltje. Als ik zie wat die bevers daar gedaan hebben, door middel van hun bouwactiviteiten, door middel van het opstuwen van water, waardoor er ook in de eerste echt knetterdroge zomer van 2018, want toen zijn ze begonnen, hè, met het bouwen van die dammen, ja, daarmee hebben ze het gebied dusdanig vernat dat er ook heel veel diersoorten die droge zomer op dat kleine postzegeltje in ieder geval overleefd hebben. Ze creëren een leefomgeving waar heel veel andere dieren van profiteren. Dieren die het op dit moment ontzettend moeilijk hebben. We hebben over de kleine marterachtigen. Zet een camera in zo'n leefgebied van zo'n bever en je hebt ze. Ze hebben zo'n aantrekkingskracht. Dus op het moment dat het ons lukt om een heel... Ik gun Nederland nog veel meer van dat soort mooie waterrijke gebieden. Maar op het moment dat het ons dat lukt met medewerking van die bever, dan gaat die bever voor ons aan het werk. Hoeven wij dat niet meer te doen? Dan kan die bever dat doen. Ik weet niet of het antwoord... Ja, ik kan over de goede dingen van de bever kan ik ook een avond vullen. Dus ik... Dankjewel, Cindy. Benadruk ook de wat grotere effecten. De effecten op biodiversiteit zijn heel belangrijk, die noemde jij. De effecten op het vasthouden van water zijn ontzettend belangrijk, ook voor de menselijke doelen. Het verminderen van grote vloedstromen, effecten op CO2-vastlegging. Dat zijn allemaal dingen die we als mens ook nastreven en die door de bever versneld worden. Ze noemen de bever wel de kickstarter van natuurontwikkeling. Oké, Carla, ik geef jou en Jan. Ja, dankjewel. Naast mij staat inmiddels Jan. Jan van der Baan, die ook graag wil kunnen bedienen. Dus die zorgt even dat hij de klikken krijgt van Cindy. Ik moest heel erg lachen. Wij spraken elkaar eergisteren even over de telefoon. En toen vroeg ik, ja, maar wat ben je dan eigenlijk? En toen zei hij, ja, ik ben sinds 1 april officieel bevercoördinator. Nu heb ik in de voorbereiding al het een en ander aan beverjargon meegekregen. Maar deze kende ik nog niet. En volgens mij betekent dat, Jan, maar dat mag je zelf vooral verder uitleggen, dat je nu ook echt dedicated dit werk gaat doen om te zorgen dat wat Cindy net vertelt, die enorme impact die we al hebben, maar die we ook nog meer zien aankomen op onder andere het werk wat jij doet bij het waterschap, goed te gaan coördineren. En volgens mij is er het een en ander te doen en ga je ons ook laten zien hoe dat eruit ziet. Dus geef ik jou graag het woord, Jan. Ja, dank u wel. Jan van der Baan, Watersport Hollandse Delta. Ik had ervaring met 30 jaar plaagdierbeheersing, dus ik ben altijd in de bestrijding bezig geweest. En vorig jaar kregen we een casus, bevers. En ze zeiden van Jan, die ga je maar aanpakken en we gaan maar zien waar het schip strandt. Want er was bij ons gewoon helemaal niks geregeld. Dus we zijn daarmee aan de gang gegaan en we zijn gaan kijken wat er speelde. Nou, we hadden schade aan de weg. De eerste constatering van die bever was in 2019. En wat bleek? Geen actie, want er was geen reden, er was geen protocol, er was geen ontheffing. We mochten gewoon niks, want het was een beschermde diersoort. Dus we hadden gezegd van nou, we gaan het monitoren, we gaan hem in de gaten houden en we doen er niks mee. In 2019 hebben we wel gekeken, het waterpeil verlaagd om de schade in het najaar te bekijken wat er aan de hand was in die sloot. En op 3 plaatsen waren de gangen gegraven in de berm. En op 1 plaats was het ingezakt en hebben we aangevuld met reepak, want ja, we mochten gewoon niks doen. En er kwam geen verdere schade in beeld en daar hebben we het bij gelaten als waterschap. We hebben, zeg ik eerlijk, we hebben zitten slapen met z'n allen. In maart 2021 was de zaak weer ingezakt naast de weg en dat was ongeveer 1 meter of 4 naast de watergang. We hebben de zaak opgenomen, wat is er aan de hand? Ja, die bever zit daar weer. Hij is denk ik weer aan zijn burcht aan het bouwen om straks weer een nest te gaan maken. Schade hadden we, ingezakte kant,
veel vraatschade aan de wilgen aan het natuurgebied er tegenover. Een gebied wat aangelegd was door de provincie. Duidelijke wissels in het natuurgebied. Er waren meerdere bevers aanwezig. Het was duidelijk toonbaar dat die er zaten. Het beverprotocol, dat was inmiddels geregeld bij ons. Ontheffing hadden we op 4 maart hadden we ontheffing gekregen om aan het werk te gaan volgens het beverprotocol. Maar een week later was er weer al bezwaar ingediend en was de zaak ingetrokken. We hebben de schade in beeld gebracht en we zijn in gesprek gegaan. Hoe gaan we dit oplossen? In mei kregen we na een lichte storm kregen we de eerste melding, er hangt een boom scheef. Precies op de plek waar de burcht gebouwd was. Hoe gaan we dit oplossen? 24 mei melding gedaan om in actie te komen. We hebben de omgevingsdienst, de provincie heb ik erbij gehaald, in gesprek geweest. Muskeratten weer, onze ogen in het veld die alles registreren voor ons, hebben erbij gehaald. De zoogdiervereniging, waterschap Rivierland, want ik had geen ervaring, ik wist van niks. Registratieformulier ingevuld volgens het beverprotocol en waterschap Hollandse Delta bij ons intern melding gemaakt van wat er aan de hand was en wat mogen we. Het was in de zoogperiode dat er jonge bevers op zaten en we hadden een probleem. Dit formulier wat in het beverprotocol staat wil ik jullie allemaal op nadrukken. Ga dit allemaal invullen en zorg dat het bij de faunabeheers in Ede ingevuld wordt en dat we registratie krijgen van schades. En probeer zoveel mogelijk die schades ook in beeld te krijgen. En doe dat ook met z'n allen, want anders krijgen we niks van de grond in Nederland over beverbeheer. We hadden een locatie aan de Brinusweg. Het was het geluk dat we daar een doodlopende weg hadden. Alleen het enigste verhaal was, we hadden twee gemalen. Een heel groot ingaatgemaal voor ons eigen watersysteem en een uitlaatgemaal. En er lag een windmolenpark. Hoe gaan we daar naartoe? Want die bever zat onder de weg, maar we wisten niet wat de schade was. Toen hebben we met de provincie aan tafel gezeten en we hebben de provincie hebben we toestemming gekregen, schriftelijk, vrijdags, dat we aan de gang mochten terwijl de bever jongen had in de burcht. Wat dus in alle instanties zeg maar, verboden is om aan het werk te gaan. Maar we hadden het voor elkaar, we gaan er wat aan doen, want het was op veiligheid en we konden aan het werk. Overgang zijn we naar uitvoering gegaan. We hebben de zaak, volgens het beverprotocol moesten we handelen als een hoofdwaterkering. Dat was, bleek dat het in het beverprotocol gelukkig wel omschreven was. Als er schade was onder een weg, dus aan onze infrastructuur, aan onze assets, dan mochten we handelen volgens de hoofdwaterkering. Dit had in dat we de burcht open mochten leggen en bij constatering van bevers, jonge bevers, moesten de burcht verlaten. Deze actie heeft bij ons 6 weken geduurd. 6 weken zijn we aan het graven geweest, elke keer hebben de bever de kans gegeven om zijn jongen te verplaatsen. Want een bever verstoor je, zeggen ze. Nou, we hebben aangetoond in heel deze casus dat we niks verstoord hebben. De aanwezigheid van de bevers, die zagen we steeds. En we zagen dat er 2 oudere bevers waren. Er waren 2 jonge bevers van het jaar ervoor. En we hadden 2 jonge bevers van dit jaar gezien. 2 juni zijn we gaan graven. Langs de weg hebben we de zaak opengegraven. En we kwamen dus diverse holen tegen die onder de weg gingen. De weg hadden we ook volledig afgezet. We hadden voor het publiek alles afgeschermd. Zelfs ons bestuur was niet ingelicht in verband met partijen die voor de natuur en ecologen die bij ons zijn. Want we willen deze casus, hadden we ingezet, van we gaan met z'n allen een casus neerzetten om te bewijzen dat we die bevers niet verstoren en dat we de kans kunnen geven in de zoogperiode om veilig het nest open te maken. En onze infrastructuur gewoon weer in orde te maken. Nou, alle acties hebben we. De omgevingsdienst is alle dagen aanwezig geweest bij ons. De provincie is alle dagen aanwezig geweest. Muskerattenbeheer, mijn collega Martin de Bruin is altijd aanwezig geweest en ik ben zelf er altijd geweest. Er was ook een eis die er was. Er was ook een eis van de provincie dat er een fotograaf aanwezig was. We hebben alles vastgelegd. We hebben ook camerabeelden gemaakt, ook met wildcamera's. En we zijn begonnen met vrijgraven van de burcht. De burcht was bewoond, dus we moesten met rust laten. Dat hadden we ook afgesproken. Tweede actie was verder graven. 2 jonge bevers aangetroffen. Hoe gaan we nu verder? We moeten het weer met rust laten. We moeten die bever de kans geven om die jongen te verplaatsen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat bewerkstelligen? Derde actie, we gaan weer verder graven. De jonge bevers weer aangetroffen. We zijn weer gestopt. Want dat was de afspraak. De provincie, we gaan die bever de kans geven om te bewijzen dat we dus veilig een nest open kunnen maken. Vierde actie, bever
met jongen verlaat de burg tijdens de graafactie. De provincie had na 6 weken, hadden ze het wel een beetje gehad met ons, van joh, we gaan een keer optreden, we gaan een keer verder en we gaan nu doorzetten. Toen lag de weg ook al gedeeltelijk open. En wat was het punt? We hadden het idee dat er 2 jonge bevers op zaten en we zagen op een gegeven moment zagen de oude bever met de jonge bever in zijn bek zwemmen het nest verlaten. Toen hebben we het 2 uur met rust gelaten en we hebben de bevers geobserveerd met z'n allen. En we zagen dat de bever elke keer een jong wegbracht door een duiker heen, ongeveer 50 meter verder. En die bracht ze daarbij een willig. We zijn na ongeveer 1,5 uur zijn we bij die willig gaan kijken. En wat bleek? Deze bever had 5 jongen. Terwijl wij dat wisten, hij had er maar 2. Dus we hadden zo voorzichtig gewerkt al die weken, dat de jongen nog steeds leefde. De bever woonde er nog steeds. En hij was nu zover, ja, nu moet ik echt gaan verhuizen. En hij heeft ze ook verhuisd. Dus we hebben ook aangetoond dat hij ze veilig kan verhuizen. En ze zitten er nog steeds. Dus dat bleek dus dat op het kleine stukje sloot van 100 meter 9 bevers zaten. 2 ouderen met 2 jongen van het vorig jaar en 5 jongen van dit jaar. Het beverprotocol waar we mee te maken hadden, dat was niet opgestemd aan de ontheffing. Wat bleek vrijdags toen we aan het graven waren, de provincie werden gebeld, direct stoppen. Wat is er aan de hand? De ontheffing gaf niet aan dat wij mochten graven onder de weg. In het beverprotocol was het goed beschreven, alleen de ontheffing die er was of de opdracht die we hadden, was niet overeenstemmend met het graven onder de weg. Hoe gaan we daarmee verder? Vrijdag zijn we naar de gedeputeerde staten nog geweest in Den Haag. Die heeft de handtekening gezet voor ons van jullie mogen verder. Want het kan niet verder zo, want het is veiligheid waar we mee bezig zijn. De weg weer opengesteld voor publiek. Nou, overleg met onze wegenafdeling, want er was nog meer aan de hand. Want we hadden geconstateerd dat er nog meer holen zaten. Overleg met de gemeente, of over de omgevingsdienst, Muskelrattenbeheer. En de conclusie was, we laten de weg scannen, want we hadden afgesproken met z'n allen, we gaan alles uit de kast halen om te bewijzen wat is hier aan de hand. Dus we hebben een wegenscan ingehuurd. We hebben de weg laten scannen om te kijken of er nog meer holen zaten. Nou, de wegenscan die we gedaan hebben, daar is mee aangetoond dat het niet werkt. Dat kan ik ook iedereen gewoon zeggen. Een wegenscan maken op beverholen, ook onderweg met fundering, kan je niet zien waar bevers zitten. We hebben dat later hebben het waterpeil verlaagd, ook via de opdracht. We hebben alles met de provincie gedeeld en gemeld. Elke actie die we deden, hebben we met hun gedaan en in schrift en gewoon opgezet, wat we aan het doen waren. Het resultaat was nog 6 plaatsen in dat stukje weg waar die bever bezig geweest was. Toen zijn we gaan graven. Wat is er aan de hand? In samenspraak met de aannemer, de locatie is opgegraven in de berm. Eerst kijken hoe ver gaat hij inderdaad onder de weg zitten. We hebben de weg opengemaakt, de constatering van schade, deze in kaart gebracht. Op 4 locaties was dit het geval, waren nog 3 bomen ondermijnd. En totaal waren er 7 populieren hebben om moeten zagen die door de bever aan de onderzijde afgeknaagd was. Het blijkt dat de bevers, als die in de sloot graven richting een weg en er staan bomen, dat ze toch die boom als veiligheid ondermijnen en daar gaan zitten. Nou, in overleg met de wegaannemer zijn we verder gegaan met het openbreken van de weg. Was in de lengte van de weg was er denk ik over een 80 meter was er een verbinding gemaakt tussen alle burchten die onder de weg zaten. We hadden een klikmelding gedaan en wat bleek, in die klikmelding stond niet de kabel van de marine, dus die hadden we ook te pakken. Dus de marine stond met een bus binnen 1,5 uur naast ons. Wat zijn jullie aan het doen? En de conclusie hebben we alles. Nog een complete burcht onder de weg, meerdere gangen gevonden en de weg was instabiel, want dat was het probleem. We konden niet met materiaal naar achter, het was gewoon te gevaarlijk geworden. En we hebben de weg daarna gewoon grofweg weer helemaal hersteld. We hebben allemaal foto's vastgelegd. Hier zie je dus dat we de boom afgezaagd hebben. Op de 2e foto zie je dat we de burcht opengemaakt hebben. We kwamen de volgende morgen. Hij had hem al helemaal weer dichtgesleept, hij had hem dichtgesmeerd, want zijn jongen zaten daarachter. We hadden de jongen echt op 1 meter afstand, die hebben we ook gezien daar. De sporen werden, hij was gewoon ja, superactief daaromheen. Nou, de diepte van, je ziet wel, hij zit gewoon 2 meter onder de weg. En de provincie staat er ook bij om foto's te maken om het vast te leggen. Nou, we hebben de zaak afgesloten, geen publiciteit aangegeven op dat moment, geen pers ingelicht, nog steeds niet. De volgende acties gaan we wel uitwerken, maar we wilden gewoon iedereen aantonen van wat kunnen we nou wel en wat kunnen we niet volgens de regels. Want we waren hier gewoon dingen aan het doen die officieel niet mochten. We hebben wildkamer opgehangen
En we hebben gegraven en gegraven en we zijn echt 6 weken aan het graven geweest. Wat is hier aan de hand? Nou, je ziet hoe diep dat hij onder de weg zat en er waren complete burchten onder de weg gebouwd. We zijn steeds, je ziet dus dat hij elke dag de zaak dichtbouwde en dan konden we weer verder. Nou. Hier zie je de diepte, dat water, de jonge bever ook tevoorschijn komen, zeg maar in de bovenste foto. En we hebben steeds de kans gegeven dat hij richting de sloot eruit kon. En dat hielden we ook zeg maar, met z'n allen in de gaten van waar zijn de bevers gebleven. Nou, er lag een lange hoofdgang met een kabel langs heel de weg gegraven. En we zijn aardig op diepte geweest. Je ziet dus hier van één nacht op de rechtse foto boven dat die bever alle modder weer al naar het nest gesleept heeft om het dicht te slepen. En hier zie je onderin zie je op een gegeven moment, hij zwom ook steeds langs. Hij kwam steeds kijken, wat zijn jullie aan het doen hier? Waar zijn jullie mee bezig? Ga je mijn huisje vernielen? En hier zie je de resultaten van de eerste burg die we opgegraven hebben onder de weg. Het is gewoon één loopgraven gedeelte onder de weg. Het was ongeveer over een 50 meter, was alles ondermijnd. De wegenscan in beeld gebracht. Nou, dit werkt gewoon niet. We hadden heel veel locaties waar we dachten dat iets zat, maar er zat gewoon niks. Dus dat geeft eigenlijk geen resultaat en dat kan eigenlijk afwijkend rapport. Nou, de eerste drie weken hadden we dit zeg maar als schadebeeld in een stukje weg zitten. Van ja, wat is hier aan de hand? En je ziet wel, dat was aardig ondermijnd. Het voordeel was, het was een doodlopende weg. En we konden hier dus alle tijd aan besteden en dat wilden we ook, om alles, en dat hadden we ook afgesproken met de provincie. En daarom was die samenwerking ook zo belangrijk, dat we dit bereikt hebben. Later hebben we het groot aangepakt, hebben de weg er helemaal compleet uitgefreesd en opgegraven. En toen kwamen er nog 4 plaatsen tegen waar ze dus actief waren. We hebben de hobbel opgegraven, steeds gecontroleerd, wat is er aan de hand? Alles afgedicht en we zijn daarna aan het werk gegaan. En de weg weer opnieuw geasfalteerd. En die kon weer vrijgegeven worden. Maar we waren er nog niet. Om welke maatregelen kunnen we treffen om dit te gaan voorkomen? Bevers vangen en verplaatsen. Waarheen? In Zuid-Holland hebben we nu beslist, we gaan geen bevers meer vangen en verplaatsen in Zuid-Holland. Want de populatie bij ons is gewoon uit de hand aan het lopen. Bevers doden. 9 bevers in dit stukje. Dat kunnen we niet gaan verkopen. Dat gaat hem echt niet worden nog. Slootkant beschermen, dat is een optie. Daar kunnen we misschien wat mee doen. Kunstbouwen aanleggen in natuurgebied. Deze optie hebben we ook besproken. Dus de zoogdiervereniging ook bij betrokken. Wat kunnen we aan? We hebben hier gekozen voor de Prolog kunststofbeschoeiing. En waarom? Omdat we natuurlijk een bescherming moesten hebben van de kant. En we moesten een opsluiting hebben van de grond, zeg maar, langs de weg. En we hebben deze 1 meter onder de slootbodem gedrukt. Gekozen is voor kunststof, omdat het duurzaam is. 1 meter eronder gezet. En aanleggen van kunstbouwen. We hadden ook afgesproken, we moeten proberen om die bever straks ook de kans te geven dat hij aan het natuurgebied verder kan. Want we moeten hem beschermen. Hij is beschermd, we mogen er niks mee. Nou, we hebben 4 kunstburchten aangelegd. En het heeft geresulteerd dat hij nu de wilgen die wij aangeplant hebben al voor 1/3 afgeknaagd heeft. Dus hij leeft rond de kunstburcht. We zijn benieuwd, wat gaat er gebeuren? We hebben ook de kosten in beeld gebracht. Gemaakte uren van de provincie, Musker Rattenbeer, wij zelf, diverse collega's, dat resulteerde al in 24.000 euro kosten aan uren die we er geweest zijn. De aannemers, onze calamiteitaannemer, 25.000, reportagefoto's. De wegenaannemer, 35. Het tweede gedeelte om te asfalteren, 8.000, de wegenscan van 3.500 en een beschoeiing van bijna 1 ton. En aanleg van beverburchten, ook nog 5.300 euro. Totale kosten, 1 casus, 2 ton. Wie betaalt? Waterschap Hollandse Delta, wij met z'n allen. Hoe nu verder? De verspreidingskaart van de zoogdiervereniging heeft aan dat we nog meer bevers krijgen. Het beverprotocol is niet passend op ons gebied. Waarom niet? De bevers die bij ons in het gebied zitten, die zien we wel, maar we weten niet waar de burcht zit. Er zijn wel een aantal burchten in beeld, maar de meeste burchten zitten bij ons in zomerkaders of in boezemkaders. En dat is het gevaar bij ons. We weten niet waar we ze aan kunnen treffen. We moeten een ontheffing tot stand laten komen. We hadden nu een opdracht, we hebben nog steeds een opdracht. En de opdracht is ook deze week weer een rechtszitting geweest. En die hebben we verloren. Het doden van bevers in Zuid-Holland gaat voorlopig niet gebeuren.
De rechter heeft gezegd, er is geen beverfaunaprotocol of faunabeheersplan. Daar zijn we druk mee bezig en het beverprotocol moet aangepast worden. En we hopen dat eind dit jaar in te dienen. Maar onze juristen van de faunabeheersinheid, die zullen dat ook eerst na moeten kijken. Of dat we straks een passend faunabeheersplan bevers kunnen op de kaart kunnen zetten om dus op te kunnen treden. Registratiecentraal, dat was ook een probleem waar ik tegenaan liep. Onze muskratenvangers, die registreren de bevers die ze tegenkomen, de burchten die ze tegenkomen, de sporen die ze tegenkomen. En waar was ik achtergekomen? De jongens, die willen ook hun eigen werk blijven doen. Want dat bleek ook in onze burcht aan de Brienesweg, daar bleek ook nog 3 jonge muskratten in te zitten. De muskrattenbestrijders zijn met z'n allen bang, als heel Nederland onder de bevers zit, dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Want wij mogen van 1 mei tot 1 september 500 meter rond de beverburg geen muskratten meer vangen. En we zien overal bevers, maar ze staan niet op de kaart. Dus ik heb ook uitdrukkelijk vanuit het waterschap naar muskrattenbeheer seinen gegeven. Jongens, ga registreren, laten we het in beeld brengen. Laten we zien wat er aan de hand is. Meldplicht bij collega's. Ja, veel collega's weten waar bevers zitten, maar het werd niet gemeld. We hebben gewoon gezegd, het moet gemeld worden. We willen ze in beeld hebben. Inventariseren. Waar zitten ze? En controle op beverschade. Sinds dat ik vorig jaar in maart hieraan begonnen ben, heb ik al 15 casussen binnen Hollandse Delta gehad. Op schades. Vorige week, in januari, hadden we bijna een dijkdoorbraak bij de Merwede. Hebben we op een meter na dat de bever aan het graven was, hebben we kunnen redden. Vorige week hebben we de sloot leeggemaakt. Op 100 meter sloot zaten 15 burchten. Of 15 pijpen gegraven. Hoe gaan we dat oplossen? En dat is precies op de locatie waar we de bevers in 1988 uitgezet hebben. Ja, wat gaan we eraan doen? Tijdig scannen van de waterkeringen. En met warmtebeeld gaan observeren. En uren vrijmaken. Er was niks geregeld binnen Hollandse Delta. Ik wil ook alle waterschappen die bevers hebben. Zorg dat er beleid gaat komen. Zorg dat we het gaan regelen. Wij zijn achter de dingen aan het aanlopen nu. Om de zaak geregeld te krijgen. Het is nu voor mij dan 1 april geregeld. Er zijn 2 systemen gaasdrukkers in Nederland. De eerste is met rollengaas. En de tweede is van Duik Protection. En Hugo zit hier ook binnen. Hugo, ik heb ze meegenomen, dus ik geef jullie allebei de kans. En ik denk dat er voor allebei werk genoeg is straks. En hier zwemt het jong. En dit was mijn presentatie, of er nog vragen zijn. Ja. Dankjewel, Jan. Waar ik bij Cindy toch nog wel voornamelijk enthousiasme hoorde over de baby, hoor ik hier vooral heel veel zorg. Ik ben benieuwd wat dat met de zaal heeft gedaan. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verhaal van Jan? Je noemde de Merwede. Hoe ver zaten we af van een dijkdoorbraak en wat was het gevolg geweest? Het water stond 20 centimeter onder de kruin, want het was ook springtij. En ik werd 's maandags ingelicht door het muskrattenbeheer. Dinsdag wezen kijken. En toen hebben we ook gelijk opgetreden, gemeente bijgehaald. Want het was een kader van gemeente Dordrecht. Die gemeenteambtenaar die weet helemaal niet wat bevers zijn. Dus die denken, joh, het valt wel mee. We hebben aangegeven, het was precies de overstromingsplaats. Het was ook een overstromingsgebied van de Merwede. Dus het was officieel wel een plek waar de Merwede over mocht stromen. Alleen precies op de laagste plaats waar het overstroomt, zat ook de Beverburg. Dus daar hadden we een dijkdoorbraak gehad. We praten over 5 ton schade, hadden we geschat. Maar ook het gevaar was, het park loopt de hele dag vol met publiek. Er staan auto's geparkeerd. Hoe gaan we daarmee om, een stukje veiligheid? Ik ben toch s'avonds 11 uur bezig geweest met de provincie en de omgevingsdienst om ontheffing rond te krijgen om de andere morgen die burg open te krijgen. Om dus actie te krijgen, want het is niet zomaar geregeld. Elk waterschap, je moet lid zijn of van een wildbeheerseenheid om een ontheffing rond te krijgen. Dus alle WBE's in je werkgebied moet je bij aangesloten zijn. De provincie moet toestemming geven. Je moet officieel een dag van tevoren een melding maken. Nou, wij doen het vaak telefonisch om ze er gelijk bij te halen. We zijn nu zo ver in Zuid-Holland dat de samenwerking zo goed is door deze casus met hun op te trekken, dat ik eigenlijk binnen 3 uur nu de zaak geregeld heb. Dus binnen 3 uur kunnen we optreden. En dat is heel mooi. En ik denk dat elk waterschap dat eigenlijk op de plank moet gaan hebben liggen, dat we actie kunnen ondernemen. En dat is er niet. En is bevoegd gezag voldoende bemenst om snel te acteren?
De FBE geeft, wij hebben een opdracht, een landelijke opdracht, of tenminste een provinciale opdracht liggen binnen Zuid-Holland. En binnen die opdracht kan ik met de FBE, zeg maar, de faunabeheersenheid schakelen. En de omgevingsdienst hoef ik alleen maar te informeren. En of dat ze nu wel of niet komen, dat is geen probleem. En Martin en ik mogen zelf beslissen wanneer het gevaar is. Maar we proberen alles, formulier in te vullen. Net de gemeente die moest een brief maken met schade. De veiligheid, er moest allemaal getekend zijn dat we geborgd zijn. Want we gaan niet ons vingers daar aan branden. En dat is heel belangrijk, dat je al je regels volgt. Helder. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen of reacties? Ik zal de microfoon naar uw kant op brengen. Maar in de tussentijd geef ik even een reactie aan de mensen thuis, die actief meekijken en ook actief meeschrijven. Ik heb hier een iPad in mijn hand en ik krijg de vragen binnen die mensen thuis stellen. En ik ben er ook alert op. Ik zal de iPad zo de hele tijd in het oog houden. Een van de belangrijke vragen die gesteld is, worden onze vragen gelezen? Ja. De tweede vraag is, kunnen wij de video-opnames terugkijken? Ja. Worden de presentaties gedeeld? Daar zal ik naar vragen, maar ik vermoed dat het kenniscentrum Bever alles in het werk zal stellen om deze presentaties te delen. Dank u wel. Harvendijk ProRail, je gaf in je presentatie aan een van de laatste sheets ook dat je idealiter de Bever-protocol zou willen aanpassen. Daar heb je natuurlijk allerlei smaken in, maar wat zijn dan zeg maar dingen die je zou willen meegeven? Wat zou wenselijk zijn, even los van wat zou je kunnen? Nou, we willen ten eerste nul optiegebieden hebben in boezemkaders. Dus dat we daar nul opties hebben, want we weten gewoon niet wat gevaar is. We hebben bij ons binnen Hollandse Delta een aantal boezemwateren liggen. Als die doorbreken, dan staat er gewoon een paar duizend mensen in het water. Dat kost miljarden. En wat is dan een nul optie, Jan? Ja, geen bever in dat gebied. Ja. En hoe we dat op gaan lossen straks, ik weet het niet. Want ja, vangen is geen optie meer bij ons, want er is geen plek meer om hem uit te zetten. En doden mag niet. En dat willen we ook niet. En dat staat ook niet voor in ons boekje. Maar dat moet beheerst worden. Er moet een beheersplan komen. We moeten iets. En het Beverprotocol hebben alle besturen van de waterschappen netjes getekend dat het waterschap de kartrekker is. Maar waar we tegenaan lopen, dat de gemeentes daar ook problemen mee heeft. En Rijkswaterstaat heeft problemen mee. En ProRail heeft problemen mee. En die zijn in het Beverprotocol daar niet in meegenomen. Die zijn wel in het protocol meegenomen, maar in de ontheffing niet. De ontheffing of de opdracht ligt alleen maar bij het waterschap. Dus wij zijn altijd in zet. En dat zijn dingen die veranderd moeten worden. En er zijn ook kaders, in Dordrecht hadden we een zomerkade. En dan maakt de omgevingsdienst bezwaar op. Het staat niet vernoemd in de Beverprotocol en in de ontheffing dat je in zomerkades op mag treden. Dus dan moet je het weer op veiligheid gaan bouwen. En je moet alles onderbouwen om aan het werk te gaan. En we moeten gewoon een werkbaar protocol krijgen. En waar we steeds tegenaan lopen, elk waterschap is zijn eigen protocol aan het maken, of zijn provincie. Waarom kunnen we niet landelijk een plan maken waar we allemaal belang bij hebben, zowel de zoogdiervereniging, zowel de waterschappen, ProRail, gemeentes, dat we een werkbaar protocol hebben. Iedereen is zijn eigen dingetje aan het doen. Dat is zo jammer. Zo eens kijken, Jan, wat er in de zaal zit. Wie is er van een waterschap aanwezig? Nou, die vrienden zijn, hè? Dit gaat goed. En wie is er aanwezig van een gemeente? Ja. Volgens mij twee meneren, hè, daar achterin. Dat is een beetje mager. En van de provincie? Ook, houdt niet over. Ik denk dat er nog wel wat zendingswerk te doen is. Mijn taak binnen Hollandse Delta is nu alle gemeentes in te gaan informeren. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, ProRail. Er moet gewoon heel veel gedaan worden. Ja. En als we dat niet gaan doen, dan krijgen we ook geen beheersplan van de grond. Denk ik. Precies. Ja? Dus, en als we het even terugpakken op die bewustwording, ik kijk even naar de zaal. We hebben nu twee casussen gehad, er komen er nog twee. Maar wie zegt, en daar mag je dan even voor gaan staan, wie zegt ik heb nu al heel veel geleerd en mijn bewustwording is gestegen. Gewoon om even te kijken of we goed bezig zijn met elkaar. Willen die mensen even gaan staan, die echt iets hebben geleerd en denken nu weet... Nou Jan, kijk, je staat hier niet voor niets. Dank jullie wel. En van de mensen die zijn blijven zitten, die zijn natuurlijk niet voor niets gekomen. Die komen niet om te horen wat ze al wisten. Dan wil ik graag van één iemand die echt pontificaal bleef zitten, horen wat die nog graag zou willen horen. Want dan moeten we natuurlijk zorgen dat dat gebeurt. Dat er niemand is die hier voor niets is heen gekomen. Ik ben Mariette van Rooij, beleidsadviseur natuur bij ProRail. Ik ben vooral heel erg geïnteresseerd straks in de preventie, hè, wat we kunnen doen. Want dat is natuurlijk het mooiste. En ik ben alleen bang dat dat heel veel geld gaat kosten. Maar als we daar nou iets moois voor kunnen vinden... Oké.
Carla, mag ik daar even op aanhaken? Zeker. Dit is ook precies wat er in de chat genoemd wordt. Mensen vragen van, is niet preventie het eerste waar we aan moeten denken met z'n allen? Dan hebben we ook gelijk het luchtvaartprobleem opgelost. Dus het zou mooi zijn als provincies eenzelfde werkwijze hanteren. Dat is één opmerking. En de andere is, er moet een relatie zijn tussen de calamiteitenwetgeving versus de natuur- en flora-wetgeving. Bij het dreigend geval prevaleert de calamiteitenwetgeving. Dat is een opmerking die aangeeft, ja, als er een gevaarlijke situatie is, moet je onmiddellijk handelen. Ik denk dat dat een van de dingen is die nadrukkelijk al jaren door de mensen van het kenniscentrum Bever wordt geroepen. Er is een groep partijen achter het kenniscentrum Bever, ProRail, Rijkswaterstaat, etc. En de zoogdiervereniging die nadrukkelijk uitdragen bij goed beverbeheer, adequaat ingrijpen. Onmiddellijk handelen als de veiligheid in het geding is. Dus ja, calamiteitenwetgeving prevaleert. We moeten ongelukken voorkomen. Heel erg belangrijk. Ja, en ik denk ook, die preventie waar we over praten. Ik heb nu een kade waar ook bevers in zitten. En die is heel gevaarlijk. Dat kost 3 miljoen om daar een wering aan te brengen. En daar zijn we in principe daartoe verplicht straks. Maar alle partijen bij ons, iedereen is groen aan het stemmen. En we willen allemaal meer biodiversiteit en meer bevers in ons gebied hebben. Maar bij welk waterschap kan ik straks 5 miljoen op de begroting zetten beverbeheer? Wie gaat daar een antwoord op geven? Ik denk van niemand meer. Dus wij hebben gezegd, laat maar fout gaan nu een keer. Laten we maar ergens onder water gaan. En ik denk dat we een heel ander beleid gaan krijgen. Ja. En ik denk dat ProRail het nog veel meer naar buiten moet brengen. En ik hoop niet dat er een trein ontspoort. Maar aan de andere kant denk ik, laat het maar een keer fout gaan. Ja, nou dat klinkt wel iets anders ja, dan preventief. Anders krijgen we geen beleid in Nederland. Ik zie ook een heftige knik. Dat lijkt ons dan weer niet de bedoeling, denk ik. Nee. Maar wel een goede, volgens mij, het gesprek waar vandaag een beetje over gaat. Ik zie dat er nog één iemand in de zaal een vraag heeft. Alfred Meulsen, Farbeer in Limburg. Ik heb een inhoudelijke vraag. U zei net van, ja, ontheffing voor doden gaan we niet krijgen. De provincie Limburg, die hebben al een aantal jaren de ontheffing tot het doden van bevers binnen de kaders van de wet. Is het nu in dit geval het probleem dat het proces nog niet zover is dat gewoon alles de goede onderbouwing vervolgens aanvragen en de verlening van de ontheffing het probleem is? Of is het probleem dat de ontheffing verlener, dus de provincie, de staat en het college, niet willen dat die ontheffing afgegeven wordt? Is het een politieke keus of is het gewoon het traject wat nog niet helemaal doorlopen is omdat de onderbouwing nog niet rond is? Nee, de ontheffing was er. Die was afgegeven door de provincie. Er is toen bezwaar op gemaakt. Ik weet niet welke partij, volgens mij Kritisch Faunabeheer. Er is toen een opdracht van gemaakt. En Animal Rights heeft op die opdracht nu weer bezwaar gemaakt. En daarvan heeft de rechter nu gezegd. In Zuid-Holland, Waterschool en Stelte heeft nu, ik geloof van 12 of 13 kazen aangebracht vorig jaar waar we schade hadden. We hebben ongeveer 3 ton heeft dat gekost. De rechter zegt van, joh, dat is nog betaalbaar. Dat is nog te doen voor heel Zuid-Holland. En jullie hebben geen goed onderbouwd beverbeheersplan. En we zijn dus nu echt bezig om de beverbeheersplan op tafel te krijgen met z'n allen. En daar zijn ook die casussen van ons in meegenomen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat iedereen meldt als er schade is, dat het op papier komt. Anders gaat die rechter daar nooit in mee. Ja? Helder. Volgens mij waren dat de vragen uit de zaal. Daan, zijn er digitaal nog dingen binnengekomen? Er is hier nog één vraag uit de zaal. En er zijn digitaal dingen binnengekomen. Hoewel het heel goed is voor de bewustwording dat je aangeeft, laat het maar een keer fout gaan. Het is niet het officiële standpunt van het waterschap. Nee, nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Maar Gerrit-Jan van Dijk, Drentse Overijssel Delta. Je zei net, zeg maar, van nou, schade. We zijn waterschap, we zijn met dijken bezig. We zijn ontzettend veel dijken aan de toetsen. En er moet van alles gebeuren aan de dijken. We zijn als Nederland BV, zeg maar, daar bereid om heel veel geld te investeren. Nou, ik bedenk, er moet toch wel een 10% van dat bedrag meegenomen kunnen worden, zeg maar, om preventieve maatregelen voor de bever direct mee te kunnen nemen. Dat moet toch kunnen? Nou, we zien ook het gevaar niet in onze primaire waterkeringen. Er waren een aantal mensen bij ons intern die zeiden van alle primaire waterkeringen moeten we aandienen als nuloptiegebied. Daar heb ik van gezegd, we kunnen al onze primaire waterkering in Zuid-Holland niet aanwijzen als een gebied waar we geen bevers willen hebben, want dat is heel Zuid-Holland rood. En dan gaan we de plannen nooit doorheen krijgen. We moeten echt het gevaar aantonen, waar zijn mensen in het gevaar, wat is de veiligheid en dat zijn die boezemkaders. En daar moeten we op hanteren. Maar is het en daar kunnen we misschien de preventieve maatregelen op aanvoeren. Ja. 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 Dus eigenlijk komt hier een soort aanbod, zo voel ik dat dan wel een beetje, van zou je daar niet op mee kunnen liften eigenlijk? Ja. Ja, die kans zie je wel.
Nog digitale vragen? Nou, er is in ieder geval een melding van de organisatie dat we koffie kunnen drinken om 10:50. Maar ik heb inderdaad nog een melding. Deze melding komt vanuit de zaal van Filma. We hebben zometeen na de lunch ook een presentatie over de hoogwatervluchtplaatsen. Daar wordt uitdrukkelijk ook ingegaan op preventieve maatregelen. Dus het is denk ik heel erg relevant als u na een nog twee casussen en een lunch uitdrukkelijk de aandacht heeft voor Filma Dijkstra, specialist van de Zootiervereniging, toch een beetje de guru. Mede goede van het bevenbeheer hier in Nederland. Non-verbaal reageert in beven. We krijgen de kans. Na de lunch, om 1:00, Filmer Dijkstra, hoogwatervluchtplaatsen. En nu? Eerst koffie. Tot zometeen. 11:00 weer terug. Ik heb de kans om voor u te introduceren Robert Maarschalk-Weert. Robert is werkzaam bij Rijkswaterstaat. Ja. Een van de mede-initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever. Al jarenlang is dat kenniscentrum bezig om aan bewustwording te werken. Maar ze hebben er ook al veel van geleerd. De waterschappen Hollandse Delta zijn nog heel veel aan het leren. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel waterschappen elders in het land die ook al heel veel stappen hebben gemaakt. Die ook duidelijk het kenniscentrum steunen. Ook Rijkswaterstaat steunt het kenniscentrum Bever. Heeft al heel veel ervaring en daar kunnen we nu van profiteren. Dus we hopen dat je ons introduceert in en bewustwording, dat jullie de gevaren serieus nemen. Mm-hmm. En maar ook vooral hoe je dat doet. Yes, dat is goed. Dankjewel, Daan. Bevers, casus A12. Ik neem jullie mee in een stukje van ons droge areaal. En een van de slogans van ons droge areaal is vlot en veilig van A naar B. En ik kon het toch niet even laten om een flauw woordgrapje erin te maken van veilig van A naar Bever. Mijn naam is Robert Maarschalk-Weert. Ik werk als adviseur leefomgeving bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland. En een van mijn rollen is dat ik contactpersoon ben voor bevermanagement binnen het Oost-Nederlandse Gelderland en Overijssel. Bevers in het areaal zijn bij ons al wel langer bekend. En met name in Zuid-Nederland hebben we veel te maken met vraatschade aan bomen. De meest rechtse foto is een voorbeeld bij in de buurt van Bergharen langs de Maas. Je ziet het is een behoorlijke populier. Binnen 2 weken was hij ook weg. Wat we dan doen is eigenlijk de boom uit het water halen, zodat de scheepvaart niet gehinderd wordt. Verder hebben we eigenlijk zelf weinig last van bevers. Wij huisvesten ze in de uiterwaarden. En daar is vaak wel gewoon ruimte dat ze kunnen leven, kunnen graven, aan bomen kunnen knagen. Zolang waterveiligheid maar niet in het geding komt en onze sluizen niet in gevaar zijn en de scheepvaart niet gehinderd wordt. Dat is een beetje waar we vanuit het natte areaal op sturen. Inspectie wordt gedaan door onze collega's van die op de schepen varen en die constateren zoals hier in het Maas-Waalkanaal. Zo'n bakenboom wordt aangeknaagd, dat wordt in beeld gebracht, wat doen we ermee? Vormt het een risico? Op het moment dat het een risico vormt, verwijderen we de boom. En ja, dan is eigenlijk het risico weer beheerst. Dat is hoe we daarmee omgaan. Een ding met die bakenbomen is dat ze ook een cultuurhistorische waarde hebben. Dus sommige gemeenten die willen graag dat die bomen behouden blijven. Wij hebben zelf een uitstervingsbeleid van ze hebben geen functie meer omdat we nu met radarsystemen werken. Op wens van de gemeente planten we dan wel weer bomen terug. Uiteraard met gaas eromheen dat de bever niet opnieuw aan de jongen aanplanten kan gaan knagen. Maar goed, dat is voor het natte areaal. Weinig risico's beheersen, zitten er kalmpjes bij. Omdat we samen met de waterschap een taak hebben voor hoogwaterveiligheid, kijken we wel heel erg van op het moment dat waterschappen last van hebben, hoe kunnen we dan samenwerken om toch die hoogwaterveiligheid in een natte areaal te blijven borgen. Daar zijn we al langer in overleg. Maar de casus waar ik hiermee naartoe neem is A12. We hebben hier Arnhem, daar is Velp. We zien dat rondje daar in het midden, dat verkeerscircuit heet het Velpenbroek. Het is duidelijk te zien, we hebben hier de Nederrijn en de IJssel, die splitsen daar eigenlijk. En even kijken of ik hier mee kan wijzen. Waar Nieuwgraaf staat, daar zit een beverpopulatie. En die is waarschijnlijk daar over de dijk gegaan. En je ziet daar dat blauwe stipje in dat vijvertje daar. Daar zitten bevers. Verder nog niks aan de hand, zou je denken. Onze onderhoudsaannemer, die de wegen inspecteert, kwam op een gegeven moment een scheve boom tegen op een geluidsscherm bij de toerit naar de A12. Achter de schermen zagen we dus dat er een boom was omgeknaagd, zoals je daar rechts onderin kan zien, door een bever. Dat was voor die onderhoudsaannemer een nieuwe situatie. Dat had hij eigenlijk nog niet meegemaakt op het droge areaal.
Ik spreek nat en droog, dat is een beetje de terminologie binnen Rijkswaterstaat voor, om dat onderscheid te maken. We werken heel vaak risicogestuurd vanuit Rijkswaterstaat, dus we kijken gelijk, god, er treedt een situatie op. Wat zijn die risico's en hoe gaan we hiermee om? Zijn risico's veiligheid voor de weggebruiker, vertraging van het verkeer, dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Extra kosten en we gingen hier ook kijken van, goh, is hier na het onderzoek nodig? Want op basis van alleen wat omgevallen bomen kunnen we eigenlijk nog niet handelen. Ik was hier zelf persoonlijk bij betrokken, dus ik heb gevraagd aan die opdrachtnemer. Goh, ik wil eigenlijk meer weten, wat is hier precies de situatie? Hoeveel bevers zitten er? Is er ook een burcht? Is het incidenteel? Dus de opdrachtnemer heeft zijn ecologisch adviesbureau ingeschakeld om de situatie verder in beeld te brengen. Je kan hier wel zien van, nou ja, je hebt het geluidsscherm hier en een aantal omgevallen bomen. Je ziet ook, er is bewoning verderop. Dus je zit eigenlijk al in meer richting een woonwijk. Nader onderzoek. Dat leverde eigenlijk inzicht op in waar de Beverburg zat. Ingang van de Beverburg, maar ook de locatie in het taluut van de A12. Gelijk werden we wel even getriggerd van, ho, wacht even, dit is echt een nieuw risico. Hoe gaan we hiermee om? Wat betekent dit daadwerkelijk? En hoe snel moeten we ook handelen? Is het een acuut risico of hebben we nog tijd? Vervolgstap is dat we maatregelen gaan treffen. We willen die risico's beheersen. We zijn eerst gaan kijken ten aanzien van die bomen van het geluidsscherm. Hoe snel moeten we daar acteren? Gaan er meer omvallen? En hoe handelen we dan? Een van de opties is met van die beverpasta gaan smeren. Intern overleg met andere ecologen zijn we eigenlijk tot het punt gekomen dat het plaatsen van gaas duurzamer is. Op termijn, die pasta die door regen en alles, dat gaat toch wat van die bomen af. En gaas is daarmee een betere maatregel. Tenminste, dat is hoe wij er tegenaan kijken. Dus dat wordt voor die bomen eigenlijk gedaan. En je ziet, er zijn meerdere bomenrijen eigenlijk richting dat geluidsscherm. De onderste rijen die vormen geen gevaar, maar die bovenste die willen we eigenlijk intact laten. Op het moment dat een van die onderste bomen toch de andere kant op valt, dan zijn die staande bomen met het gaas eromheen, bieden dan een buffer eigenlijk voor die bomen die onderaan het taluut staan. De bever is meestal wel zo kundig dat hij die bomen zo omknaagt dat ze al met water invallen, dat hij daarna gewoon van de bas kan eten. Maar toch vallen ze de andere kant ook wel eens op. Ten aanzien van de burcht, was dat van belang, zitten daar gangen onder het taluut? Is die stabiliteit van de weg, is dat in gevaar? Dat is iets wat je absoluut niet zou willen, dat er een gegeven moment in het asfalt, zoals je net ook bij ProDeel zag, dat je zo'n verzakking krijgt. Kans op ongelukken is daarmee ineens heel groot. Gelukkig bleek, er zijn geen gangen onder het wegtaluut. Dit betekent echter wel dat er regelmatig geïnspecteerd moet worden. Dus een extra opdracht voor onze onderhoudsaannemer om op deze locatie scherp te blijven dat er geen nieuwe risico's optreden. En dat is dus ook iets wat we nu in de contracten gaan meenemen voor de toekomst. Dat zeg ik nu, moet nog wel gedaan worden. Wat we hierin tegenkomen zijn ook de juridische en de ecologische aspecten. In eerste instantie van ja, als wij hier preventie willen plegen, ja, tot hoe ver kan je gaan? Die bever heeft bepaalde eisen aan wat hij nodig heeft. Dat is zoveel oeverlengte met fourageermogelijkheden. Je mag zo'n beverburg niet zomaar verstoren. Wat is het moment dat je inderdaad met bevoegd gezag in overleg moet? En wat is je handelingsvrijheid binnen je gedragscode? En nou, op deze locatie konden we gewoon binnen een gedragscode handelen. De bomen waar we gaas omheen doen, doen niets af aan de hoeveelheid fourageermogelijkheden die bever daar nodig heeft. Dus dat konden we zonder een melding bij het bevoegd gezag afhandelen. Maar dat neemt niet weg dat het in de toekomst anders kan zijn. Intern zijn we ook bezig ons daarop te beraden van ja, hoe gaan we daar als Rijkswaterstaat mee om. Op dit moment is het zo dat we eigenlijk een beetje meeliften met waterschappen. Die lopen hierin voorop, zoals we net ook bij de vorige spreker zagen. Die hebben gewoon acutere risico's. En daar leren wij van ook. En we proberen daar ook zo goed mogelijk in mee te werken. Intern RWS, Rijkswaterstaat is een grote organisatie. Voordat wij iets gedaan krijgen, zeg maar, dat heeft gewoon veel voet in de aarde, veel deskundigen, veel aspecten, disciplines die daaruit bij elkaar gebracht moeten worden voordat we
echt een nieuwe koers kunnen varen. Men vergelijkt het wel eens met een olietanker. Als je die wil een andere kant wil krijgen, moet je heel lang van tevoren al die bocht maken voordat uiteindelijk gestuurd kan worden. Vanuit het beheersen van die risico's in het asset management, want daar gaat het om, hè, in het beheer en onderhoud komen we dat tegen, dus in het asset management moeten we dat gaan borgen. Betekent dat we eerst moeten weten, wat zijn alle juridische aspecten? Wat is ons handelingsperspectief? Wie moeten wij daarvoor hebben? Wij zijn een landelijke organisatie. We hebben natuurlijk met verschillende provincies te maken, met faunabeheereenheden, maar eigenlijk ons bevoegd gezag is RVO. Ik begreep dat Gerry Mensink in de zaal is. Ah, kijk, daar zit hij. Hi. Dus ja, daar zullen wij straks mee in gesprek moeten gaan, van wat wordt ons mandaat en aan wie geef je dat binnen de organisatie? Is dat een directeur of is dat iemand die een contract aanstuurt, een contractmanager? Tot welk niveau gaat dat? Is dat tot het niveau van de minister? Dat zijn allemaal vragen die we nu nog niet scherp, of de vragen hebben, maar we hebben de antwoorden nog niet scherp. Dus daar zijn we intern aan het beraden en landelijk is daar WVL, Waterverkeer Leefomgeving, die afdeling mee bezig, zodat dat landelijk uniform gebeurt. Hoe komen we daarin verder? Nou, samenwerking is hier van essentieel belang. Samenwerking met waterschappen, ProRail, provincies en RVO. Gemeenten hoorde ik net ook noemen. Gemeenten zitten wij nog niet mee aan tafel, maar ik kan me voorstellen dat het in de toekomst zeker nodig zal zijn. Kenniscentrum Bever is natuurlijk opgericht. Daar vinden we elkaar, maar daarbuiten zijn ook gewoon overleggen gaande om te kijken en te leren van hoe doen waterschappen dat nou in die samenwerking met de provincies. Dan natuurlijk ook nog ecologie. Wat heeft die bever nodig en hoe past dat? Vanuit het natte areaal zijn er natuurlijk de Natura 2000 beheerplannen. De bever is ook een habitatrichtlijnsoort. En onze minister heeft ook mede die Natura 2000 beheerplannen ondertekend. Dus we hebben net zo goed ook een verantwoordelijkheid in een natte areaal van, om die bever daar de leefruimte en ontwikkelingsruimte te geven. Maar dan bij het droge areaal, hoe past dat daar? De grens van Natura 2000 gebied houdt daar op, dus is het alleen soortenbescherming. Tegelijkertijd hebben we ook nog iets als een zorgplicht. En als organisatie staan we ook voor biodiversiteit, de zachtere doelen, om dat ook een plek te geven. Dus vanuit ecologisch perspectief zijn we ook nog zoekende van hoe geven we daar echt handen en voeten aan. Het uitgangspunt is van, geef de bever ruimte, maar het moet niet onze functies in de weg zitten. Dit betekent dus dat we een soort van samenwerking vanuit de regio en landelijk moeten hebben. En hoe begeleiden we dat? Dat betekent dus dat we verschillende disciplines, juristen, ecologen, maar ook asset managers aan tafel moeten hebben en bij elkaar moeten brengen. Van hoe zorgen we ervan dat dat naar boven wordt gebracht voor de besluitvorming? En tegelijkertijd, wat betekent dat buiten in de praktijk? En hoeveel kost dat dan? Want de asset managers zullen dat op een gegeven moment moeten gaan ramen. Dat is de systematiek die we hebben. Die ramen het onderhoud, risico's. En dan wordt het doorgesluist en dan krijgen we daar akkoord voor. Dat is even de simpele stappen. Maar er zit heel veel aan vast en op dit moment is dat niet geborgd. Dus die asset managers zitten een beetje in een knel van ja, onze risicopot. In één keer wordt dat hiervoor gebruikt. Ja, die zit een beetje te morren. En vanuit ecologie willen we graag die ruimte geven. Dus snap je, intern hebben we daar best nog wel wat in te doen. Het gaat uiteindelijk om het stukje bewustwording. Bewustwording op de verschillende lagen en hoe we dat met elkaar doen. En als we die bewustwording met elkaar hebben, en dan heb ik het zowel intern RWS als ook de organisaties, onze gebiedspartners waarmee we samenwerken, dan kunnen we daar best wel heel goed gestalte aan geven, is mijn beeld. Alleen we hebben daar nog echt wel heel veel stappen in te zetten. Vilmar sprak ik net nog even. Vilmar en ik hebben ook wel eens buiten gelopen, ook op een andere plek in de buurt van de A12. En ook gekeken, goh, hier kan die bever prima leven. Maar wat nou als er echt risico's optreden? Het hoogwater van vorig jaar in de zomer, dat zijn acute risico's. Op dit moment staan we daarvoor niet gesteld. Ook als Rijkswaterstaat niet. En vanuit daaruit is ook dat stukje bewustwording nodig van we hebben iets nodig straks met elkaar, hoe we snel kunnen acteren. En dat is ook iets wat vanuit WVL in gang gezet gaat worden, om te kijken van nou, hoe doen we dat binnen Rijkswaterstaat, in de verschillende provincies, in de gebieden van de verschillende waterschappen. We hebben natuurlijk met alle waterschappen langs de rivieren en de wegen ook te maken. Dus dat vraagt voor ons nog iets, een groter, ja, hoe zeg je dat, spectrum van mensen en organisaties met wie we te maken hebben. Dat zijn in ieder geval de stappen die wij voor ons zien en waar we naartoe werken. Hou mijn verhaal hierbij. Dit was de casus stukje droog.
droog areaal. Zijn er nog vragen? Zeker. Uit de zaal, in ieder geval. Goedemorgen, Hein de Vries, inspecteur van ProRail. U gaf aan bij de A12, daar was dus die beefbrug gevonden. Daar hebben jullie geïnspecteerd op gangen onder de weg. Hoe Klopt. Heeft u dat gedaan? Dat adviesbureau die is daar met een bootje naartoe gevaren, is er daar geweest, heeft gekeken van wat is de hoeveelheid zand die daar is vrijgekomen, wat is het type burg, dat was een takkenhoop erbovenop. Dus het, aannemelijk is dat daarom eigenlijk een kort gangenstelsel van toepassing was. En de taluut had daar voldoende breedte dat als er een wat langere gangen waren, dat er geen risico is op dat het helemaal ondergraven was. En naast die burg was ook een onderdoorgang, een hele brede duiker dat, waar de bever heen en weer kan zwemmen. Die is ook voor watervogels bedacht. Dus daarmee was het aannemelijk dat de bever geen gang zou hebben gegraven om naar de andere kant te gaan, omdat hij al heen en weer kan zwemmen. Dus dat is hoe dat is gedaan. Blijft dus een klein risico dat ze wel een gang gegraven hebben voor een burg, maar dat het niet opgevallen is. Want tot dat nu toe hebben wij niet duidelijk gezien dat. Bij ons is de vraag tot nu toe altijd geweest, waar hebben ze het zand gelaten? Oké, okay. Aha. Nou, inderdaad, het risico blijft, hè. Dat is ook wat ik aangaf, daarom moeten we hier regelmatig blijven inspecteren. Zien we veranderingen, zien we toch iets in het taluut, toch een verzakking ontstaan? Op dit moment is dat niet, maar ja, dat is op basis ook van aannames en dat blijft, ja, het risico blijft, want die bever zit daar gewoon. Dus daar moeten we aandacht op houden. Het is een belangrijk punt hierin is dat je een hol kan hebben of een burcht. Een burcht is de takkenhoop, een hol is een gang in de oever, waarvan je wel de ingang kan zien, maar niet kan meten wat er daarachter zit. Dat kon Hollandse Delta niet goed meten met de wegenscanner, dat kan ProRail niet goed zien en dat kan een adviesbureau van de buitenkant ook niet zo heel goed zien. Mm-hmm. Dus het is onvoorspelbaar, maar de ervaring is dat die gangen achter de takkenhoop kunnen bestaan en ook lang het taluut in kunnen lopen, ver het taluut in kunnen lopen. Dus in het kader van bewustwording, heel relevant. Mm-hmm. Hoor een aanvulling uit het publiek. Dit soort situaties zijn erg gevaarlijk hoor. Doorgaans zie je alleen maar het topje van de ijsberg. Zodra je niet weet hoe die holen doorloopt, kun je niet aannemen dat het wel goed zit. Het gebeurt regelmatig dat een hol bij een burcht eigenlijk onder de burcht verder doorloopt, verder het taluut in. Dus je moet echt zicht krijgen of er holen verder het taluut inlopen. Ik weet niet of je daar met andere apparatuur bij kunt komen. Als ik het zo zag aan de foto's niet, want het is allemaal bebost. Ja. Maar dit is echt een aandachtspuntje hoor. Daar moeten we het nog even over hebben. Dat is goed. Dit is ook een vraag die digitaal binnenkwam. Want wat Filmer dan zegt is van dat moet je anders doen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je dat dan wel zien? Ik zie iemand, Jan reageert. Ja, we hebben binnenkort bij Hollandse Delta gaan met H2O onderwaterdrones. Gaan we een proef doen om te kijken wat we daarmee kunnen zien. En dat gaan we dan, als dat lukt, ook publiceren. Daar zijn we mee in gesprek. Nou, daar ben ik zeker wel in geïnteresseerd. Ja. Klinkt heel futuristisch. Iemand heeft daar een aanvulling op, zie ik. Ja, bij ons is dat een keer geprobeerd, zeg maar dat is heel veel opvoeding. Zeg maar, voor de aandrijving van zijn drone en dan zie je dat niet zo goed meer. Dus, maar ik had nog wel een vraag, zeg maar, aan de bestuurder, de kapitein van de mammoetanker. De vraag is, zeg maar, die vaart, maar soms wordt er ook eens een keer, gaat er wat overboord, je rekent even de bever. En dan wordt er een reddingsboei uitgegooid en dat is even de vraag, zeg maar, om dat te doen. Er zijn verschillende initiatieven. Om preventieve maatregelen te testen en te ontwikkelen. Omdat we dus vaak als Rijkswaterstaat, waterschappen, dat soort dingen naast elkaar liggen. En om daar de handen ineen te slaan, zeg maar. Om de beveren in het mooie uitwatersysteem een plek te geven. Hmm. Maar dan wel een veilige plek. Ja, dat is iets waar we vanuit ons kaderrichtlijn waterprogramma wel naar kijken. Als wij nieuwe geulen aanleggen, letten we er beter op van dat we dat niet situeren, water en bos vlakbij een dijk. Maar je ziet dat dat aan de beginschoenen staat. Dus dat stukje bewustwording heeft wel meer nodig om nog verder aan de voorkant eigenlijk die preventieve maatregelen van de BV mee te geven in de scope van een project.
En de voorbeelden zijn er natuurlijk, hè, vanuit het Bevervoorbeeldenboek, zoals we dat binnen Rijkswaterstaat ook hebben. Maar dat vraagt echt nog wel meer aandacht, ook voor de programmatische aanpak grote wateren die eigenlijk nu in de verkenningsfase is. En dan zou je dat eigenlijk aan de beginkant ook willen meegeven. Dat is een goede suggestie, ja. Dus er is een voorbeeldenboek van Rijkswaterstaat beschikbaar en er is een website van het Kenniscentrum Bever waar een aantal voor de hand liggende maatregelen worden genoemd, ja, om aan preventie te kunnen doen. Klopt. Misschien aardig, ja, om dat even te vertellen voor de mensen die meeluisteren. Nou, helemaal goed. Ja, we hebben dus een bevervoorbeeldenboek. Samen met de zoogdiervereniging is dat opgesteld. Op welke wijze we inrichtingsmaatregelen kunnen treffen om de bever ergens juist niet te krijgen en op sommige plekken juist te faciliteren. En dat kunnen we meegeven aan projecten, met name de waterbouwprojecten. Maar ik denk straks ook aan de wegenbouwprojecten. Dat is natuurlijk een nieuwe plek waar dat van nut kan zijn. Ja, en dat spoorprojecten. Spoorprojecten wellicht ook, ja. Dus, maar goed, dat staat ook nog aan het beginpunt. Dus daar is gewoon nog veel, ja, missiewerk, om het zo maar te zeggen, te volbrengen. En heb je voldoende capaciteit binnen Rijkswaterstaat om dat missiewerk te doen? Nou, de goodwill is er wel. Capaciteit mag er nog wel bij komen wat dat betreft. Er is veel wilskracht, bevlogen ecologen die dat wel zouden willen doen. Maar ja, je zit allemaal toch met je huidige werkzaamheden. Hoe pas je dat anders in? Dus dat, ja. Dankjewel. Zijn er nog vragen in de zaal of op de chat? Als dat niet het geval is, dan is het misschien een heel mooi moment om jou heel erg te bedanken voor je bijdrage. Dankjewel. Je hebt ons geholpen met bewustwording. Je hebt ons laten zien dat er binnen Rijkswaterstaat nog wel wat missiewerk mogelijk is. Maar je hebt ons ook laten zien dat Rijkswaterstaat al dingen doet. Mm-hmm. Heel erg behulpzaam geweest. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, ik weet niet hoe het met jullie in de zaal zit, maar ik heb inmiddels al een heel jargon aan beverwoorden. Het beverbeheerplan heb ik langs horen komen. Ik hoor net het bevervoorbeeldenboek. Beverbudget. Dat hebben we in ieder geval al mooi meegenomen. Ik ga nu het woord geven aan Gerrie. Hij zit hier al voor aan. Hij moet nog even een microfoon krijgen. Die krijgt hij van mij. Gerrie Mensink van RVO. Werd net al naar verwezen. De man als het gaat om uitgelegd te krijgen hoe je dat nou voor elkaar krijgt. Een ontheffing. En daar kwamen we net even samen niet uit. Krijg je nou een ontheffing voor of een ontheffing op iets? Maar een ontheffing van, hoor ik uit de zaal. Nou, hoe werkt dat nu met die ontheffingen, Gerrie? Wil je ons dat vertellen? Ik hoop daar wat licht op kunnen laten schijnen. Even kijken. Goed, ik ben Gerrie Mensink. Ik ben ecoloog bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En ben betrokken bij de wet natuurbescherming. Tot anderhalve week. Sinds een week werk ik in een andere afdeling bij RVO. Maar dit verhaal is nog steeds van toepassing. Natuurbescherming. Ik ken twee belangrijke sporen. We hebben de soortenbescherming en de gebiedsbescherming. En de gebiedsbescherming, dat is de Natura 2000. Daar is een lijst met soorten die beschermd moet worden. En bij de soortenbescherming heb je een lijst met soorten die ook beschermd moeten worden. Maar het ene is binnen een gebied en het andere is overal. Dus je kunt een natuurgebied hebben waar bijvoorbeeld de zandhagedis zit, die niet op de soortenlijst staat van de gebieden, maar wel beschermd is onder de soorten. Dat is voor het gemak. Dat zijn hoofdstukken 2 en 3 van de wet. Als je een keer de tijd over hebt, lees het eens rustig door. Er staat best wat interessants in. RVO, die houdt zich bezig dan met de uitvoering van hoofdstuk 3. En hoofdstuk 2 is voor LNV, het ministerie. Ook dat is voor het gemak. De projecten waar wij mee bezig zijn als RVO, dat zijn de provinciegrens overstijgende projecten. Defensieterreinen, vliegvelden, hoogspanningsleidingen, snelwegen, spoorwegen, wind op zee en dat soort projecten. Maar we grenzen heel vaak aan de bevoegdheden van de provincie en dat is hier en daar ook wel eens onduidelijk. Zoals je net ook zag bij de bever in Velp. Ja, is dat nou met de provincie of met het Rijk? Met wie ga je nou aan tafel? Het komt er eigenlijk op neer dat wij alleen de provincie overstijgende zaken doen. De rest van het natuurbeheer is voor de provincies. Die staan daar in eerste instantie voor aan de lat. Um,
RVO is een bevoegd gezag. Dat betekent dat wij heel simpel de wet moeten uitvoeren. En die wet is beschreven, door de Tweede Kamer geweest, vastgelegd, valt niks aan te veranderen. Dus discussies over, ja, maar is er helemaal niet nodig en er zijn toch mussen zat, bevers zat. Ja, moet niet doen, zonder wat de tijd, want die wet is gewoon vastgelegd. Hoe je daar vervolgens mee omgaat, dat is een ander verhaal, maar die bescherming die ligt vast. Discussiëren heeft geen zin. Kom wel eens tegen, ja, maar niet doen, zonder van je moeite. FVO levert een juridisch product. Dus geen ecologisch plan, geen ecologisch inrichtingsplan. Een juridisch product, namelijk een ontheffing. Een ontheffing is een besluit en een besluit moet bij de rechter overeind blijven. Dus dat moet altijd een goed besluit zijn. Dus de onderbouwing, namelijk de onderzoeken die eraan vooraf gaan, moeten dus ook allemaal goed zijn. En dat is zometeen belangrijk. De ecologie maakt wel deel uit van die afwegingen, maar niet de enige. Veiligheid, economie, dat zijn allemaal zaken die aan de orde kunnen zijn bij de verlening van een ontheffing. We toetsen aanvragen, we geven ontheffingen af, maar ook gedragscodes. Gedragscode is een variant van een ontheffing. De bescherming van een gedragscode is niet minder dan die van een ontheffing. En je huiswerk, wat je daarvoor moet doen, ook niet. Het is alleen dat het papierwerk minder is. Dat is ook een dereguleringsreden waarom die ooit in het leven is geroepen. Papierwinkel verminderen, maar de bescherming is gelijk. Dat is ook even goed om te onthouden. RVO doet ook de handhaving. Dus als er ergens een zaak zich voordoet, nou, dan wordt er getoetst, is er een overtreding geweest. Want soms speelt er iets zich af en wordt er een boom omgezaagd. Maar ja, niet elke boom is ook een verblijf of zit dus beschermde soorten in. Dus is ook niet altijd een overtreding. Dat bekijken we dan per zaak. We mogen niet adviseren. Om dat te toetsen mag je niet adviseren, anders ga je eigen vlees keuren. We willen wel meedenken en wel proberen slimme vragen te stellen die wel wat adviserend kunnen overkomen. Maar we adviseren niet. De aanvrager namelijk, die moet zijn aanvraag goed ingediend hebben. Dat betekent dat dus dat ze het zelf moeten weten of een adviseur zouden moeten weten wat is de inhoud op ecologie. Maar ook wat is de inhoud op proces. Welke termijnen van onderzoek spelen er? We krijgen nog wel eens problemen in aanvragen van dat ze te laat zijn ingediend of of een discussie met een ecoloog bijvoorbeeld die stellig beweert dat X, Y, Z aan de hand is. Maar ja, blijft een overtreding. Dus die adviseurs kunnen soms hele goede ecologen zijn, maar voor de opdrachtgever niet altijd hele goede adviseurs. Dus wees daar alert op dat het pakket klopt, zodat wij gewoon een besluit af kunnen geven wat bij de rechter stand houdt en waar een bezwaar, zoals het ook al eerder aan de orde is geweest, wel kan worden ingediend, maar niet per se leidt tot een besluit wat wordt vernietigd. Maar wat is een ontheffing? Een ontheffing is een toestemming om de wet te overtreden. Nou, wanneer overtreed je de wet? Als je een verblijf vernielt van een beschermde soort. Dus een beverhol onder een spoordijk is een beschermde verblijf. Haal je die weg, is dat een overtreding. Is dat een erg? Nee. Heb je ontheffing nodig? Ja. Krijg je die? Ja. Maar er kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn. Die ontheffingverlening kan afgegeven worden, maar niet altijd. Je moet er wel een belang voor hebben. Dat kan, bij spoorwegen heb je dus veiligheid is een belangrijke. Dus als je je trein zou ontsporen, krijg je echt ontheffing voor. Je hebt een belang. Maar als jij thuis in je tuin een beverhol hebt zitten en je wil die weg hebben, dan wordt het wat moeilijker. Want je hebt niet een algemeen belang waarom je die overtreding mag begaan. Dus dat is wel een verschil. Dan hebben we die lijsten van soorten waar ik net over had. Artikel 10. Dat is een artikel van soorten die op de nationale lijst staan. Daarvan wordt wel eens gezegd, die bescherming is minder. Nee, die bescherming is even sterk als andere bescherming. Alleen,
Je krijgt eerder toestemming om een ontheffing daarvoor aan te vragen. Dus we zijn even beschermd. Het verbod op doden en vernielen is net zo sterk als de andere artikelen. Je krijgt alleen wat eerder ontheffing. Bijvoorbeeld in je tuin, als je een das hebt misschien. Nou, hier ga ik even doorheen. Dit is een interessante schadebestrijding, populatiebeheer en jacht. Die termen die lopen nog wel eens door elkaar. Het is goed om daar duidelijk en helder in te zijn. Waar hebben we het over? Voor bevers wordt er wel eens geschoten, dat komt voor. Maar dat is nog geen jacht. Voor jacht heb je een speciaal wetsartikel. Er zijn soortenlijsten voor welke soorten bejaagd mogen worden. En daar is de provincie voor gezag. Dus ze gaan elk beest van de kogel door zijn kop krijgt even dood. Alleen bij de een wordt het bejaagd en bij de ander is het wat anders. En dan heb je een ontheffing voor. De provincies geven die doorgaans af. Net ook al even genoemd. Maar die bever staat dus niet onder het standaardlijstje bejaagbare soorten. Of de schadebestrijdingssoorten. Dus dan moet de provincie een apart besluit voor nemen. Populatiebeheer. Ik geloof dat het 318 is. Er zijn vast wat kennis hier die we even beter kunnen. Dus de provincie die mag daar dus apart ontheffing voor verlenen. Dus het doden van bevers is niet onmogelijk. Maar daar moet wel een goed onderbouwd verhaal bij komen. Ik kom even terug naar het onderbouwd verhaal. De onderzoeken die daar die horen bij zo'n ontheffingsaanvraag, die vragen soms heel veel tijd. Je hebt beesten die het hele jaar rond aanwezig zijn, maar andere beesten hebben ook seizoensaanwezigheid. Dus als jij ergens aan het graven gaat en je kijkt alleen naar de bever, dan kun je andere beschermde soorten missen. Bij een ontheffingverlening moet je die wel meegenomen hebben. Dus ook je onderzoek moet op tijd, volgens de protocollen die ervoor horen, gedaan worden. Anders heb je een besluit wat niet volledig is en bij de rechter onderuit kan gaan. Want die bezwaarmakers, die kennen de wet ook. Ook dan kom je dus weer bij dus je adviseur of de aanvrager, die moet ook de protocollen goed kennen. Dus bijvoorbeeld vleermuizen, daar heb je een heel jaar voor nodig. Dus wil jij in maart beginnen, moet je daarvoor al begonnen zijn. Dus plannen is een heel belangrijk deel van de succesvolle ontheffingverlening. Goed, de burcht of de pijp in de spoordijk. Welke ontheffingsovertreding hebben we dan? Dat is vernielen. De voortplantings- of rustplaatsen die zijn beschermd, want de bever is beschermd. Verstoren kan ook aan de orde zijn. Dus als jij zijn omgeving verandert, waardoor die zich anders gaat gedragen, wat effect heeft op zijn voortplanting, dan is het juridisch verstoren. Vanmorgen is het ook al even genoemd, die beesten die zijn onverstoorbaar. Dat zijn dus twee begrippen. Dus de verstoring in de volksmond en verstoring in de rechtszaal. Je hebt dus eigenlijk meer ruimte dan je denkt. Een beest wat een keer schrikt, is voor de wet nog geen verstoren. Vogels mag je überhaupt verstoren, mits de gunstige staat van de standhouding niet in het geding is. Dus bij een broedende merel mag je wel verstoren. Maar je mag zijn nest niet vernielen. Dus als je aan het werk bent in een spoorsloot en dat nest blijft zitten, dan ga je rustig je gang. Geen overtreding, geen ontheffing. Haal je de struik weg en het nest valt op de grond, dan heb je een verhaal. Dus ontheffing onder voorwaarden. Nou, en welke voorwaarden zijn het dan? Zorgvuldig weghalen, dus heel voorzichtig afgraven, wat ook Jan net al liet zien. Dus die bevers die heel voorzichtig worden uitgegraven, dat is zorgvuldig handelen, dat doe je netjes. Maar het kan ook zijn dat je soms een ander verblijf moet aanbieden. Dat hangt van de situatie af. Dat zijn allemaal voorwaarden die aan de orde kunnen zijn bij een ontheffing. Wij geven als RVO in principe geen ontheffing voor doden en verwonden. Dat moet wel heel bijzonder zijn. We hebben bij Talo, bijvoorbeeld van vanochtend gehad, daar zaten ook alpenwatersalamanders in het gebied mogelijk. Zou dat spul daar worden drooggelegd en vergraven, is die beschermde soort mogelijk ook in het geding. Nou, daar hebben we bij hoge uitzondering akkoord op gegeven.
Want er is geen onderzoek wat goed laat zien waar die zit. Geen idee van de alternatieven. En toch moet je aan de slag. Nou, dat is zo'n situatie dat je zegt, ja jongens, nu moet je wel en dan doen we het ook. Maar in principe niet. Nou, welke smaken hebben we als het gaat om een calamiteit? Als een hol in het spoor bekend is en je zegt, nou, we moeten volgende week aan de slag, dan heb je een ontheffing nodig. Maar ja, normaal gesproken staat er een aantal maanden voor. Maar in een spoedgeval moet je wel. Nou, dan ga je in overleg met RVO en dan wordt gewoon gekeken wat is mogelijk op deze termijn. We hebben de afgelopen maanden een aantal keer gehad, ook bij de punt dat we het met een week voor elkaar kregen. Nou, dat was wel heel netjes en heel snel, maar met heel veel moeite binnen het collega-team, want er is een heleboel werk wat ook gedaan moet worden. Heb je een situatie die al gebeurd is, ja, dan wordt er een handhavingsverhaal. Dus dan komt de afdeling handhaving in stelling. Maar ook dan wordt altijd gekeken, wat is hier gebeurd en wat zou er nog moeten gebeuren om het te herstellen of aan te vullen of zo. Het is dus niet altijd dat je een knuppel in je nek krijgt, maar wordt wel gewoon netjes zorgvuldig gekeken van wat is hier gebeurd en wat kun je nog doen in de toekomst. Waar we nu in zitten is een fase, het zijn nieuwe verschijnselen waar je met, als samenleving nog niet aan gewend bent. Dus ook vanuit de vergunningverlening en de heffingverlening is nog wennen. Want als jij komend half jaar iets hebt en het onderzoek heb je een half jaar of een jaar nodig, kan het al niet. Ja, die planning waar ik net over had. Dus je moet nu dus in beeld brengen wat zijn de risicolocaties voor de komende maanden, jaren. En dan de reguliere ontheffingsaanvragen voorbereiden waarbij je wel het onderzoek kunt doen wat je nodig hebt. En dan krijg je altijd ontheffing. Ik heb nog niet meegemaakt dat een project niet door kon gaan omdat er geen ontheffing kon worden verleend. Weliswaar vertraging. En de meeste vertraging komt door een gebrekkig is een groot woord, maar dat er dus haken en ogen zitten in de voorbereiding. Dus de projectleider die heeft een hele grote verantwoordelijkheid in het slagen van zijn project. Waar we in de praktijk natuurlijk tegen aangelopen zijn, is de grens van de bevoegdheid. De spoordijk voor RVO en de sloot voor de provincie. Ja. Er zijn mensen die het heel ingewikkeld vinden. Zelf ben ik van, joh, doe niet spastisch, wat is het meest praktisch? Maar goed, dat hangt dan van de individuen af soms. En maak het heel simpel, waar gaat het om? Afgelopen winter ging het dus om een verblijf, een hol, vernielen. Nou, dat doen wij dan. Het afvangen en dat soort zaken en het aanpassen van de omgeving, dat ligt buiten de spoordijk. Nou, dan is het voor de provincie. Hoeft ook niet zo ingewikkeld te zijn. Je werkt gewoon met elkaar samen. Heel goed is om een standaard werkwijze te ontwikkelen waardoor dus alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Wanneer is iets goed? Wanneer haal ik het hol op een goede manier weg? Wanneer maak ik de omgeving goed, geschikt of ongeschikt? Nou, als je dat als waterschappen, ProRail, provincies en het Rijk weet met elkaar, nou, dan weet je waar je toe bent. En zo'n protocol is een heel geschikt middel. En heb je dat ook juridisch goed voorbereid, dan kan het zelfs een gedragscode worden. Wordt nu aan gewerkt, boel haken en ogen, maar die komt er. Soms kan RVO een hele irritante partij zijn. Dat wil de provincie, of laat ik zo zeggen, het boelgezag. Maar de wet kunnen we niet veranderen. Maar in de werkwijze, daar valt soms wel wat te sturen. Zo ben ik zelf afgelopen half jaar regelmatig in de nacht bij de spoordijk geweest. Nou, dat doet ook niet iedereen. Dus daar zit wel wat ruimte hier en daar. We hebben altijd begrip, maar niet altijd de mogelijkheid om ergens van af te wijken. Een ingediende ontheffing is afgegeven op argumenten. 3 weken later, ja, de aannemer die kan dit niet doen. Ja, kunnen wij dat niet veranderen? Wij kunnen niet een keer zo'n besluit veranderen, omdat die aannemer het een keer anders wil doen. Dus dat zijn zaken die wel worden verwacht soms, maar niet altijd waargemaakt.
Dus ook daarin is het soms heel simpel. Wat je ingediend hebt, wat kun je doen? Is het anders? Moet een deel opnieuw. Ja. Goed, ik hoop dat ik het verhaal redelijk compleet heb kunnen vertellen. Maar als er vragen zijn, graag. Dan vanzelf, Geri, aan de vragen die er wel of niet gaan komen. Ik moet zelf zeggen dat ik dan vooral aangaan, ik weet niet hoe dat bij jullie zit in de zaal, maar dat dan als Geri zo heel losjes even meldt dat als je een bever in je achtertuin hebt, dat je die gewoon moet laten zitten en niets mag doen, dat ik dan merk dat ik denk, oh wauw, dan komt het ineens heel dichtbij. Maar dat geldt natuurlijk voor jullie in organisaties waar je voor werkt ook. Ik zie in ieder geval 3 handen, 1 helemaal achterin, maar Dani is al onderweg, zie ik. Ja. Geri, kun je bevestigen dat je deze presentatie deelt met de mensen die meeluisteren? Ja hoor, geen probleem. Er stonden prachtige zinnen in. Niet alles was te lezen voor de mensen thuis. Een van de zinnen die ik onthouden heb is eenvoudig, maar complex. Dus makkelijk, dus niet makkelijk. Prachtig. Ja, Ludolf Wendelt. Wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk, soms is je dom met verboden. Dat is simpel. Maar om het om een ontheffing te krijgen, kan het heel ingewikkeld zijn. Ja. Dus als je dus in die termen ook kunt en durft te denken, het is verboden. Oké, heb ik dus ontheffing nodig? Oké, moet een ontheffing indienen? Oké, en dan komt het feest, dan moet je die onderzoek ook doen. En dan is het ingewikkeld. En soms heb je een fysieke omgeving waar je heel moeilijk uit de voeten kunt. Ja, dan is het ingewikkeld. Maar de afwegingen daarvoor zijn simpel. Het is een overtreding, dus. En dat bedoel ik met simpel. Dus simpel versus ingewikkeld. Ludolf Wendelt, STOA, ik had een vraag. Jij gaat heel erg uit van de huidige wet, hè? Mm-hmm. Nou loopt de wet altijd per definitie 1 jaar of 10 achter, hè? Omdat je vastlegt wat het verleden was. En een rechter toetst op wettelijkheid, redelijkheid en billijkheid. Ja. Als de situatie nu veranderd is, kan het voor beheerders zeer interessant zijn om naar de rechter te stappen, om de redelijkheid en billijkheid van de wet te toetsen. Dan krijg je jurisprudentie. En dan overroel je als het ware jouw dogmatische standpunt van wat je nu niet mag. En dat snap ik vanuit de RVO, hè, vanuit het geheel. Maar de strategie, omdat de zaak zo aan het veranderen is, hoe de omgeving is, hè, die bevers hadden we 10 jaar geleden in deze mate niet, is het waarschijnlijk voor beheerders zeer interessant om de stap naar de rechter te maken, om de redelijkheid en billijkheid van de richting aan te geven, waardoor een rechter daar een uitspraak op doet, hè, voldoende onderbouwd met kennis en andere dingen. Dus ik zit niet zo heel erg gelovig in jouw lijn. Ik snap vanuit het huidige RVO dat je die lijn hebt. Maar ik denk dat je vanuit de samenleving, en zowel vanuit het Rijk, de provincies als de waterschappen, en waarschijnlijk ProRail ook, dit niet de lijn is die je strategisch of bestuurlijk zou moeten willen. Ah, interessanter. Ik vind het ook wel leuk. De rechter toetst niet de wet. Dat is al gedaan. Tweede Kamer, Raad van State, Eerste Kamer. Dus de wet is getoetst. De redelijkheid en billijkheid van de wet is al gedaan. De rechter toetst het besluit. Heeft in dit geval de minister, heeft hij terecht dit besluit kunnen nemen? Zijn de opgelegde voorwaarden terecht opgelegd? Was dat redelijk en was dat billijk? Dus je verandert niet de wet, je verandert hooguit de toepassing en de besluitvorming rond die wet. Als je de wet wil veranderen, dan moet je de Tweede Kamer en een ander spoor. Dus, dat zei je bij de pas. De wet is gelijk gebleven en de rechter heeft daar wel een beslissing op genomen. Maar die wet is gebleven. Uiteindelijk is het in de toepassing daarvan. Ja, maar dat maakt mij niet uit, hè. Het betekent dus dat hoe je het moet interpreteren, waar het voor gaat voor de beheerders, dat verandert. En dat vind ik prima. Dan krijg jij ook meer armslag en dan kan jij je vergunningen die jij nu heel vierkant moet doen, omdat jij ook niet anders kan. Kan je meer in de geest van wat de samenleving op dat moment nodig heeft te doen? Ik ben altijd voor, als mensen het niet eens zijn met de genomen besluit, ga alsjeblieft naar de rechter. Overheden onderling, ga alsjeblieft naar de rechter. Want dat gemier en geklier zonder een uitspraak kost zoveel tijd en zoveel moeite en levert geen duidelijkheid op. Een rechter geeft op een gegeven moment een uitspraak en daar moeten we het mee doen. En dat geeft ook rust. Je bent er niet altijd blij mee, maar wat mij betreft, doen. Volgens mij is er nog een vraag. Ik
Karin Zwerver, Rijkswaterstaat. Ik heb een vraag over voorwaarden. Mm-hmm. Aan ontheffing zijn vanzelfsprekend voorwaarden verbonden. Maar dan hoor ik van ja, ik kan dat een aannemer het niet uit kan voeren. In hoeverre zijn jullie bezig met de rijkwijde van voorwaarden te bekijken in relatie tot mogelijkheden voor de uitvoering? Waar zit jullie rol en waar zit de rol van de aannemer? Wat ons betreft ligt die rol bij de deskundigen. En dat is dus de aannemer zelf, dat is de aanvrager. Dat is dus in de voorbereiding, daar moet de deskundigheid zijn die zorgt dat de aanvraag zodanig goed in elkaar zit dat wij er alleen maar een klap hoeven te geven. Wij zijn niet een aannemer. Wij zijn geen bodemkundig adviesbureau. Wij zijn geen ecoloos adviesbureau. Wij toetsen. Dus wanneer het verhaal wat ons wordt aangereikt klopt, en we hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat er iets mis zou zijn, krabbel. Dus die voorbereiding is voor de aanvrager, in dit geval ProRail, maar ook Rijkswaterstaat, die moeten dus de deskundigheid hebben of inhuren om die aanvraag te doen. We hebben wel als RVO het afgelopen jaar het vooroverleg ingevoerd om dit punt te bespreken. Van in de aanloop naar projecten, dit zijn we van plan, dit willen we gaan doen. En dan heb je een gesprek over ben je volledig. Moet er nog wat bij komen of niet? Dus het vooroverleg is heel belangrijk om tot een goede aanvraag te komen. Ons doel is ook dat na zo'n vooroverlegtraject de aanvraag voor 95% akkoord moet zijn. Klap erop, punt, komma en dan door. Dus maak ook gebruik van dat vooroverleg. Neem contact op met wnb@rvo.nl. Vraag overleg aan als je een project hebt waar een ontheffing voor aan de orde is. Dus het vooroverleg kun je het bespreken, maar de deskundigheid bij de aanvrager en zijn adviseurs. Dankjewel voor het antwoord, Gerrie. Er is een belangrijke vraag hier nog rechts in de zaal. En er zijn misschien nog wel meer vragen in de zaal, maar ook een belangrijke vraag op de chat. Zie je één bever gedragscode voor alle organisaties? Of liever per waterschap of zelfs per organisatie apart? De gedragscode is in het verleden ingevoerd om de papierwinkel terug te brengen. Dus als we het met elkaar voor elkaar krijgen in Nederland om één code of één systematiek te hanteren, zal mooi zijn. Of dat lukt, dat weet ik niet. Nederlands zijn veel kikkers en als je die in een kruiwagen wil krijgen, dan heb je een knappe kruiwagen nodig. Dus graag ook. Precies, dus probeer maar eens al die bevers in de kruiwagen te krijgen. Ik zou het mooi vinden als dat één systematiek zou kunnen worden. Maar dat hangt aan de partijen in het veld af of dat lukt. Oké, dat is ook een helder signaal. Volgens mij zit daar rechts een meneer te popelen. Ik zag zijn arm steeds hoger gaan. Dat klopt. Ik wil even duidelijk maken. Dat zodat ik niet de hele tijd mijn hand omhoog hoefde te houden. Dat is gelukt. Matthijs Janssen, provincie Groningen. Ik mag sinds kort het beverbeheer coördineren. Een hele mooie term. Wat het precies inhoudt, gaan we ook nog ontdekken. een van de dingen die we nu tegenkomen is dat we als provincie Groningen en provincie Drenthe hebben twee aparte ontheffingen verleend voor de twee waterschappen die over de twee provinciegrenzen heen gaan. Oké, dus dat wordt al wat ingewikkelder. Tegelijkertijd hebben we het verhaal van het ProRail, nu nog in Drenthe, maar zomaar zou het kunnen zijn in Groningen. Tegelijkertijd heeft ook Rijkswaterstaat natuurlijk verschillende bevoegdheden door de provinciegrenzen heen. Het sluit eigenlijk er precies bij op aan. Ik voorzie eigenlijk iets dat we een soort van not in my backyard verhaal krijgen. Van leuk dat de bevers er zijn, maar niet voor onze functie op bepaalde momenten. En dan krijg je misschien het geval, ik zeg maar even niet juridisch, want dat ben ik niet. Dat je eigenlijk vooral plekken krijgt waar de bever niet mag zijn. En daardoor steeds minder plekken waar de bever wel mag zijn. En je dus eigenlijk zeg maar nooit een plekje, een moment gaat creëren waarbij je zegt van nou heeft die gunstige staat van instandhouding voor die bever bereikt. Even in ecologentaal gewoon voor, dat die bever het zo goed in Nederland doet dat hij gewoon zichzelf in staat kan houden. En tegelijkertijd krijg je ook steeds het probleem dat je denk ik het probleem verschuift. Hè? Dus even niet om de organisatie zelf, maar het is genoemd. ProRail die zegt van we kunnen ze niet in ons spoor gebruiken. Hij moet toch opzij, die neemt maatregelen, die zorgt dat hun kant van de sloot goed beschermd is. En vervolgens zit hij bij de buurman / waterschap in het spoor of een dijktaluut.
ik denk wel, ik weet niet of het mogelijk is juridisch gezien, maar het zou echt een heel goed idee zijn om dat landelijk aan te pakken. Dus dat is de vraag eigenlijk, hè? Half vraag, half... Ja, er was ook een heel betoog, dat had ik door. Sorry. Maar het gaat toe naar de vraag, kunnen we dit misschien landelijk aanpakken, omdat we er anders niet uitkomen, Gerrie? Weet ik niet. Nee, dat is een zaak die met zoveel partijen moet worden besproken. Want dat not in mijn backyard is één ding. Maar ook wanneer ene partij heel veel geïnvesteerd heeft in een beverplan. En de buurman zegt, oh, maar ik heb ook nog een bever. Ja, zet je die dan gratis bij in? Of leg je dan 3 ton bij die bever neer om die kosten te delen? Ja, zeg maar. Ik heb daar geen antwoord op en ik denk dat het ook iets is voor de provincies onderling. En, ja, ik zie Daan ook, die wil ook iets zeggen volgens mij. Ja, ik wil in ieder geval reageren op de stelling van Matthijs dat hij nog moet zien wat het bever coördineren gaat betekenen. In 2011 is er een heel mooi rapport geschreven door Niewold en Kurstjes naar een goed beverbeheer in Nederland. Dat is gedragen door Bij12, door de provincies. Bij12 bestond er nog niet. Maar daar staat in dat een goed beverbeheer rust op visie. Er zijn 4 pijlers. Adequaat ingrijpen is er 1 van. Preventie is 2. Goede informatievoorziening is 1 hele belangrijke. En een schadevergoeding voor de mensen die er onevenredige lasten hebben. Dat is 4e pijler. Dus echt buitengewoon interessant rapport om even te lezen als je een wat overkoepelende visie wil ontwikkelen over wat beverbeheer is en hoe je dat zou kunnen coördineren. Ja, en wat die verschillende gedragsprotocollen betreft, landelijk of regionaal. Het is de waterschappen in Noord-Nederland gelukt om tot een protocol te komen. Waarbij ze relatief vergaande maatregelen konden nemen en dus nu kunnen handelen. Zij hebben tenminste een protocol. Ik heb toen enorm gepleit voor een landelijk protocol. Ik zei, het is belachelijk om dat regionaal te doen. Maar doordat ze het lokaal hebben aangepakt, regionaal, hebben ze het sneller voor elkaar gekregen. Nou ja, en misschien kun je de informele of de formele kanalen bewandelen. Want ja, onze huidige minister van Landbouw, Staghouwer, die heeft als gedeputeerde kennis gehad van dit protocol. Dus... Misschien levert dat nog punten op ergens. Geen idee. Maar, Volgens mij is het toch zo, zeg maar, protocollen, die kan iedereen afzonderlijk maken. Maar gedragscode, dat zal er maar 1 moeten worden. Zeg maar. Zo zit het systeem van gedragscodes volgens mij maar in elkaar. Dus voor 1 onderwerp, 1 gedragscode en die kan door iedereen dan gebruikt worden. Hangt van de gedragscode af. Je hebt een gedragscode voor bouwen. Hè, dus het na-isoleren is een heel... Heel veel werk in verzet, niet alles is even goed verlopen, maar daar zijn gedragscodes voor. Maar je kunt dus ook een gedragscode voor bever- of dassenbeheer in sporen- of wegentaluuts opstellen. En die geldt dan voor die handeling. Maar je zou dat ook voor andere... Ja, voor die handeling dus het geheel... bedoel je voor iedereen. Als je van die gedragscode gebruik wilt maken, je mag altijd... je eigen ontheffing aanvragen. Dus je bent niet verplicht om die gedragscode te volgen. Maar als je aan die voorwaarden voldoet, dan val je als het ware onder de paraplu van die gedragscode en raak je niet in overtreding. Wil je het anders? Mag. Maar dan moet je dus die ontheffing aanvragen met het hele voorbereidingsspoor wat net ook al genoemd is. En dan kan dat. Dus het is geen verplicht nummer. Ja, volgens mij... Wij kunnen nog 1 vraag uit de zaal toestemming geven. Is er nog een vraag? Daar is er nog eentje van. En daarna gaan we richting een afronding. Hugo Assink. Ik heb in het verleden samen met Daan ook aan het beverbeheerplan gewerkt in Noord-Nederland. Er wordt hier gesproken, moet je maatwerk leveren of... op een landelijk protocol. Maar ik wil wel even aangeven, er zijn volgens mij 2 verschillen. Want een protocol pas je toe wanneer je moet ingrijpen bij problemen. Wat ga je doen? Maar een beheerplan is preventief aan de voorkant. In Groningen hebben wij gekeken naar de waterveiligheid van een boezemsysteem. Dat heeft geleid tot een rood gebied waar de bever niet welkom is. Dat heet beheerplan in mijn ogen. Als ik Jan van der Baan hoor praten over Zuid-Holland, neigt dat in mijn gedachten ook richting een beheerplan. Sommige keringen wil je ze niet hebben. Wanneer je dan vervolgens naar een protocol gaat van wat doen we dan bij ingrijpen bij beverholen, bij dammen, ja, dat kunnen we gewoon een landelijke lijst, een landelijk protocol toepassen.
Ja. Maar je moet die twee dingen duidelijk scheiden. Helemaal goed, helemaal terecht. Want een beheerplan is voor een groot deel werk wat helemaal geen overtreding oplevert. Dus het gemiddeld beheerplan heb je helemaal niks met je bevoegd gezag te maken. Anders dan dat je voor de subsidie misschien nog wat moet doen. Maar een beheerplan aan zich kan wel een onderbouwing zijn voor de ontheffing of de gedragscode. Precies, die je opstelt. Dat werd net al even. En dan krijg je dat het beheerplan kan zijn wat achtergronddocument zijn. Je protocol is dan je werkwijze. En dat staat dan gezamenlijk als beschreven in de tekst en de voorwaarden van je gedragscode of ontheffing. Dus het zijn verschillende dingen, maar ze zijn onderbouwend voor het besluit. Ja, ook een gedragscode is een besluit. Helder volgens mij. Voor nu ga ik vragen of naast Gerrie ook Jan, Cindy en Robert nog even naar voren willen komen. Want we willen jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor de hoeveelheid informatie die over jullie is uitgestort. Toch nu weer even die check terwijl zij naar voren komen. Wie heeft er inmiddels wat geleerd? Natuurlijk degene die al stonden, dus die mogen alweer gaan staan. Maar eens kijken of we al wat meer mensen iets hebben gehoord wat ze nog niet wisten. Maar je blijft zitten staan. Ik vind het wel heel stoer als je nu blijft zitten. Maar dan weet je ook dat ik straks bij je langskom. Wie is ja, dat? Er zijn toch echt mensen die nog steeds zitten. Dus we moeten nog een klein beetje zendingswerk doen. Dank jullie wel voor het staan. Degenen die al hebben gestaan, staan hier nu weer. Ik wil graag echt een daverend applaus voor deze sprekers. Dank jullie wel. En een klein plaatselijke presentje om alvast een beetje in de paasstemming te komen. Want daar zijn we bijna. Maar eerst gaan we naar de lunch. Die duurt een uur. Tot 1 uur hebben jullie dus in die zin vrij ook om te telefoneren en al die andere dingen te doen. Dan zien we elkaar weer hier in de zaal voor het verhaal van volgens mij dan toch echt Vilmar die dan het woord krijgt. Om daarna op excursie te gaan. Dus geniet even van je lunchuur. En tot 1 minuut wil Cindy. Jongens, hebben we dat nog? Jawel, jawel. Mensen, nog heel 1 minuut. Ik had nog even afgevraagd of ik dit zou durven. Maar de afgelopen maanden ze hebben mij op zich ook niet geheel in koude kleren zitten gezeten. Slapeloze nachten, maar ik heb ook ontzettend veel geleerd. En ik heb ook ontzettend veel gelachen. En er waren een aantal mensen die ik toch even een heel klein speciaal bedankje wil geven. En ik heb hem hier. Ik begin even met... ik doe het even op naam. Ik begin even met Vilmar. Ik heb hier namelijk een potje. En ik geef hem even aan jou, want jij durft dat natuurlijk wel te openen. Was het maar waar. Vilmar, ik heb jou er nog even een echtheidscertificaat bij. Daan. Maar wat is het, Cindy? Ja, wat is het? Wat is het? Dankzij jou was ik hier natuurlijk ook nooit aan begonnen. Het is namelijk een geprepareerde drol van de ProRail-bever. Oftewel de shitbever. Alsjeblieft. Ik weet niet waar iedereen zit. Ik zoek Hein. Goh, Hein, jongen. Wij zijn aardig nader tot elkander gekomen naar het moment dat jij binnen het uur het treinverkeer had stilgelegd. Dus ook voor jou een drol van de shitbag. Ik heb nog 2 kaartjes. Michel van de Boogaard. ProRail. Ik weet dat Michel al jaren hamert op een stukje bewustwording. Er komt wat op ons af. De bever is niet alleen een waterschapsprobleem, maar ook een probleem voor de overige infrastructuur. Ja, Michel was mijn korte lijntje van, jongens, ik wil hier toch gaan monitoren. Deze bever doet dingen, dat moeten we nader gaan onderzoeken. Dus ook voor jou, echtheidscertificaat. En de output. En de output. En als laatste heb ik nog Corné. Ja, achteraan, kijk. Ondertussen heb je hier lijntjes binnen ProRail. Ook voor jou. Alsjeblieft. Dankjewel.
het, nou, Cindy? Nou, daar was ja, het. Sorry, beginnen we toch weer met poep. De shitbever, weer een nieuw woord. Ik kende hem nog niet. En om dan toch even in het bedanken te blijven, willen ook even natuurlijk alle organisaties bedanken die hier hebben samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Specifiek zit daar achterin Karin, heeft heel veel werk gezet, dus daar wil ik zo graag een applaus voor. Ja, dank je wel, Karin, voor alle voorbereiding. En wat ik even was vergeten, wij gaan nog vrolijk door met het programma, maar de kijker thuis haakt hierbij af. Dus bedankt voor het er op deze manier toch een beetje bij zijn. Voor jullie, je hoorde het net al, is ook alles te herzien, te bekijken, digitaal. Maar voor nu nemen we afscheid en gaan we hier nog even door. Wij gaan naar de lunch. Ik vroeg mij af wat voor kleding ik aan moest trekken. Of ik een maatpak aan moest trekken of een waadpak. Ik heb voor het waadpak gekozen. Zonder zo'n waadpak ben je niet goed in staat om vanaf om te zien of er iets in het water zich beweegt, of er een gaatje is, of er sporen zijn. Ik ben daar niet zo goed in. Er zijn bestrijders van de waterschappen die ongelooflijk goed zijn in het vinden van gaten en in het vinden van sporen. Ik denk dat we die mensen niet genoeg kunnen prijzen. Zij zijn ook zometeen belangrijke schakels in het vinden van nieuwe dreigende situaties en het voorkomen daarvan. Maar ik kan u ook aanmoedigen om binnen uw organisaties alert te zijn op sporen. Alert te zijn op situaties waar misschien een bever dingen aan het doen is die tot risicovolle situaties kunnen leiden. Met deze causerie heb ik iedereen de kans gegeven om rustig te gaan zitten en kan ik Vilmar introduceren. Vilmar, dankjewel dat je vanmiddag hier wil zijn. Vanavond ook nog. En we geven je de kans om uitdrukkelijk kennis te spuien over hoogwatervluchtplaatsen. Dankjewel. Dank je, Daan. Ja, ik wil met jullie het hebben over hoogwatervluchtplaatsen. Want ik maak me nogal wat zorgen om dat daar zaken mis kunnen gaan lopen. Daarom mijn titel ook van als het hoogwater komt, maak dan je borst maar nat. En als we zelf niet bezig gaan, dan zorgen die bevers er echt voor dat onze borst nat wordt. Het doel van deze presentatie is wederom een urgentie duidelijk krijgen, bewustwording, dat we daar een probleem hebben in de misschien wel nabije toekomst. Ander doel van deze presentatie is om jullie op de hoogte te brengen van de plannen die er al zijn om die problemen rond hoogwater ook te gaan tackelen. En even voor de zekerheid, hoogwatervluchtplaatsen willen we niet zozeer gaan toepassen om die bever te gaan beschermen, want die bever die redt zich doorgaans ook wel met een hoogwater. Maar het gaat om onze waterveiligheid. Eerst even een stukje geschiedenis. Je ziet hier het aantal kilometer hokken met beversporen sinds de uitzetting in 1988. Nou, het is wel duidelijk dat het erg goed gaat met de bevers. Dit is verspreiding, maar je mag wel aannemen dat als het qua spreiding enorm toeneemt, dat ook die populatie enorm toeneemt. Die groei zal wel even doorgaan, want er zijn nog heel veel leefgebieden in Nederland leeg. Kijken we dan even naar die toename per provincie. Dan zie je dat de provincies die belangrijk zijn in het rivierengebied, dat daar ook heel veel bevers zitten inmiddels. Even kort zo een vijftal kaarten met die ontwikkeling. Nou, je ziet bij de eerste kaart vanaf 88 zie je in de Biesbossen de eerste uitzettingen. Vervolgens zijn er nog een aantal andere uitzettingen geweest door het land. Maar in de 90e jaren zie je dat eigenlijk het riviergebied nog echt nog wel leeg is. En dat zo vanaf 2000, dat dan de herkolonisatie van het rivierengebied, dat het aanvangt. Dan de laatste twee kaarten. Ja, eigenlijk is gewoon de conclusie dat het rivierengebied nu al behoorlijk vol zit. En dan komen we ook aan de risico's. Je ziet hier weer dat grafiekje, maar nu met de tweetal pijltjes. En met name de waterschappers en de Rijkswaterstaat zullen zich ongetwijfeld voor kunnen stellen waar die pijltjes voor staan. Namelijk extreme hoogwaters. 93, 95 zijn er flinke hoogwaters geweest waarbij ook mensen geëvacueerd moesten worden. Het is allemaal wel goed gegaan. Maar op dat tijdstip hadden we amper een bever in de uitwaarde. Kijk naar waar we nu zitten, dan hebben we daar vele malen meer bevers in de uitwaarde. En het probleem is dat het aantal hoogwatervluchtplaatsen waar die bevers gebruik van kunnen maken, is eigenlijk in deze periode alleen maar afgenomen.
En dat matcht niet. Dus daar moeten we iets mee. Eerst even een stukje gedrag van de bever. Wat doen die bevers eigenlijk met een hoogwater? Nou, bevers gebruiken als nachtdier overdag burchten en holen. Liggen ze in de kamers. Als die onderlopen, omdat de uiterwaarden vollopen, dan reageren die bevers doorgaans eerst door bovenop de burcht te gaan zitten. En heel veel van die hoogwaterperiodes is dat voldoende. Kunnen ze daarmee doen. Maar je hebt ook hoogwaters die hoger zijn. En dan worden ze daar dus van afgedreven. Dan gaan ze op allerlei grondstructuren in de uiterwaarden zitten die dan nog boven water uitsteken. Maar ook bijvoorbeeld op drijvende boomstammen. Maar ze kunnen ook zelf nog nestjes bouwen in struiken en bomen. Dit is zo'n geval. Deze foto heb ik in 2011 gemaakt bij de Henkvorderwaarde langs de IJssel. Niet eens zo heel ver hier vandaan. Daar hebben de bevers dus gewoon een groot leger in een wilgenboom gemaakt waar je als volwassen kerel lang uit in kunt liggen. Daar kun je dus een hele familie in kwijt waarschijnlijk. Maar toch, dat doen ze niet altijd. Want in toenemende mate zien we dit gebeuren. Bevers die tijdens een hoogwater halverwege het taluut in je kering graven. En dat is natuurlijk een nachtmerrie, want dat verzwakt de dijk. Het maakt hem instabieler. En hoe hoger een hoogwater is en hoe langer zo'n hoogwater duurt, hoe groter hier de risico's zijn. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn en daar moeten we ook echt mee bezig. Want wat zijn dan de risico's? Nou, dit is gewoon even een voorbeeldje van waterschap A en Maas. Die bruine punt daar rechts. Als daar een doorbraak plaatsvindt van een bepaalde hoogte en duur, dan is dit het resultaat. Dan heb je het eiland Den Bosch. Dat gaat miljarden kosten, dit soort schades. Dus dit is echt serious business. Dus dit moeten we ten alle tijde voorkomen. Maar dan moeten we aan de slag, want anders gaat het zo mis. Wat kunnen we doen? Nou, we kunnen verschillende dingen doen. We kunnen stalen damwand plaatsen. Maar dat is een hele dure grap. Als je dat voor alle primaire keringen wil doen en ook nog eens een keer voor regionale keringen en andere kaders en zo. Nou, dat gaat gruwelijk veel miljarden kosten. Het kan een deeloplossing zijn, plaatselijk. Maar een dure. Een andere, Jan die had het er ook al over, werken met gaas. Nou, inmiddels zijn er 3 methodes waarbij je dus gaas op een goede manier wat dieper kunt plaatsen. Daar moeten we ook gebruik van maken. Het is al een stuk goedkoper dan stalen damwand, maar het zijn toch nog hele hoge bedragen. Maar we kunnen ook denken aan hoogwatervluchtplaatsen, zoals de ouderwetse grondlichamen die je vroeger ook wel wat vaker nog in de uiterwaarden zag. Dit is eentje hier vlakbij, bij het Engels Werk. Deze hebben we geplaatst, ik denk zo ergens rond 2015. Het goede nieuws is dat binnen een half jaar dat dit was aangelegd, dat de bevers er al op zaten. Dat kun je ook zien aan al het beverhout op deze hoogwaterterp. Het slechte nieuws is dat dit gewoon een probeerseltje was en dat die niet hoog genoeg is. Als we echt een serieus hoogwater hebben, dan loop je hier nog steeds de kans dat die bever in je kering gaat zitten. Dus dat moeten we een beetje opschalen. Zijn er ook andere mogelijkheden? Want dit soort structuren, hè, vooral als ze ook wat groter moeten worden, omdat ze hoog genoeg moeten worden, ja, dat kan natuurlijk het water opstuwen. En dat is natuurlijk weer nadelig, want dan kun je meer problemen verwachten met overstromingen en dat soort zaken. Dus dit soort grondlichamen kun je heel goed toepassen in stukken waar je al stromingsluwtes hebt. Maar er zitten ook bevers op plekken waar de stroming behoorlijk sterk is. En dan kun je dit soort systemen niet goed toepassen, want dan stuwt het te veel op. Dus ik heb zitten nadenken over het toepassen van drijvende hoogwatervluchtplaatsen. Dit zijn hele slechte schetsjes, maar ja, beter kan ik niet. Maar daar hebben we andere mensen voor die er nu mee bezig zijn. Wat je hier ziet is een drijvend huisje, wat begeleid wordt door 2 stangen. Links zie je een bovenaanzicht en rechts zie je een vooraanzicht. Het idee is dat je een robuust kunstburchtje eigenlijk maakt, wat zo zwaar is, met zoveel drijfvermogen, dat het behoorlijk stabiel in het water blijft liggen. En gewoon langs die stangen op en neer kan gaan.
Als je zoiets maakt van 2x2 meter, dan moet dat denk ik volstaan voor een grote familie zelfs. Een ander idee, en dit idee is niet helemaal van mijzelf, maar volgens mij zag ik er hier ook in de zaal zitten, die kwam een keer, die werkte toen nog bij Deltares, die kwam een keer naar mij toe en zei van, goh, maar moeten we ook niet oplossingen bedenken bijvoorbeeld in de kering? En eerst dacht ik van, nou, ik denk dat je ze juist ver van de kering moet houden. Maar misschien zit er toch wel een oplossing ook in, want je kunt natuurlijk ook die kering gebruiken om bevers op te vangen. Hier zien we een doorsnede van een kering en het dubbel gearseerde zijn stalen damwanden, waarbij je dus een bepaald stuk van een kering compartimenteert en eigenlijk uit het kwetsbare systeem haalt en het daad precies dan inricht voor die bever om daar tijdens een hoogwater te kunnen zitten. Je kunt het aantrekkelijker maken door die locatie dan te bebossen met wat struiken. Er zit wel een nadeel aan. We weten allemaal wat er gebeurt met hoogwaters. Ontzettend veel publiek die daarvan geniet. En het moet natuurlijk ook loslopende honden. Dus je moet wel voorziening maken dat die mensen en honden niet op de hoogwatervluchtplaats zelf kunnen komen. Dus je moet het ook uitrasteren. Op die manier kun je iets toepassen waarbij je ook dus voorkomt dat je enorme opstuwing krijgt. Nou, dit soort ideeën. Dat wordt wel opgepikt. We zijn ook met een aantal organisaties bezig in de projectgroep Hoogwatervluchtplaatsen. Daar is een kernteam van mensen uit het waterschap Rivierenland en waterschap AMA's en vanuit de zoodiervereniging. En daaromheen zit nog een hele schil van waterschappen, maar ook ProRail en Rijkswaterstaat die hier ook belang bij hebben, die hieraan meedoen vanwege de belangen die ze hierbij hebben. Dit project is nog in opbouw. We hebben vanuit STOA in ieder geval een financiële toezegging gekregen om dit verder te brengen. En ProRail en Rijkswaterstaat zijn er aan het bekijken van hoe hun bijdrage zal zijn. En de waterschappen die in het riviergebieden zitten, daarvan wordt ook nagedacht van hoe die bijdragen zullen zijn. Waar we nu mee bezig zijn, is het omzetten van al die ideeën naar technische ontwerpen die we ook kunnen laten maken en kunnen gaan testen. En dan moeten we natuurlijk ook de boel nog gaan monitoren. Werkt het wel? Moeten we nog aanpassingen uitvoeren? Hoe gedragen de bevers zich? En ja, we hopen en we krijgen allemaal positieve geluiden van de deelnemende organisaties dat ze ook wel locaties willen aandragen waar we dit soort maatregelen kunnen gaan testen. Op dit moment hebben we een afstudeerder die mijn belabberde schetsjes meer uitwerkt naar goede ontwerpen en dan straks ook productieontwerpen, zodat we het kunnen gaan maken. Het is iemand uit Kenia. Het is vandaar de Engelse termen die je hier ziet. Maar het is sowieso wel handig dat het Engels is, want ook vanuit het buitenland is wel interesse in waar we mee bezig zijn. We hebben al overleg gehad met een aantal Duitse partijen die heel erg geïnteresseerd zijn, want zij zitten eigenlijk met dezelfde problemen. Het systeem is ook heel simpel. Je hebt een ingangetje, je hebt ook een achteringang, of een achteruitgang. Want dit soort drijvende systemen kunnen natuurlijk ook heel erg interessant zijn voor otters, maar ook voor watervogels. En als dan met een hoog water een bever er gebruik van wil maken, ja, dan moeten die dieren natuurlijk eruit kunnen, anders is het een hoop gedoe. We denken ook na over monitoring van het gebruik. Dus er is ook ruimte in en aan de buitenkant om camera's op te hangen om te kunnen kijken van hoe het gebruik is. Nou, dit is dan één systeem waarbij het drijvende geheel op een locatie blijft met behulp van ankers en touwen. Maar je kunt je wel voorstellen dat je dit niet zomaar in een heel ruw stuk kunt gebruiken, want dan gaat het enorm dobberen. Het idee van drijvende hoogwatervluchtplaatsen is ook niet helemaal nieuw. Ik was in de jaren 90 voor een bevenonderzoek samen met Bart Nolet in Oost-Duitsland. En daar zagen we pallets in de uiterwaarden liggen aan kettingen. En de mensen die daar met de bevers bezig waren, die zeiden van ja, dat is een proef om de bevers uit onze keringen te houden, maar dat werkte niet heel goed. En ik kan me er iets bij voorstellen, want een open pallet, ja, als het slecht weer is, ja, dat is voor een beven ook niet fijn. Dat kostte dan toch heel veel energie om daar een hoog water op uit te zitten. En zo'n dobberend stukje hout aan wat kettingen, dat is verre van stabiel, dus dat is ook niet prettig. Dus vandaar dat ik dit soort systemen bedacht
om het stabieler te maken en ook meer beschut. En dat willen we dan gaan gebruiken. Maar goed, als je dit neerlegt op een stuk waar heel veel stroming is, en als het dan ook nog waait, windkracht 4 of meer, dan wordt het ook weer instabieler. Dus dan is dit systeem denk ik minder goed, maar in de luwe stukken kun je dit denk ik heel goed gebruiken. Als het wat ruiger wordt, dan zou je eerder gebruik maken van de twee systemen die je links ziet. En dit zijn allemaal alleen nog ideeën, hè? Dat moet nog allemaal verder uitgewerkt worden. De bovenste, dat is weer met die palen waar ik eerder aangaf. Maar om te voorkomen dat je ontzettend lange palen in je uitwaarde krijgt, zitten we ook te denken aan een systeem waarbij het meer telescopisch is. Of het systeem wat je daaronder ziet, dat je twee vaste palen hebt met een boom richting de drijvende kunstburcht. En dat daar twee scharnierpunten zijn, zodat dat het op en neer kan gaan. In het rechtse beeld zie je nog een toegangsplank die loodrecht die in het verlengde van de ingang is. Dat is niet zo handig natuurlijk, want het is kwetsbaar. Dus die wordt nog 90 graden gedraaid, evenwijdig aan de zijde van het kunstburgje. Ja, nou dan hebben we straks een paar van die prototypes die we willen gaan testen. Waar ga je die dan neerleggen? Nou, wat we vanuit de Zoodiervereniging altijd doen is via landschapsanalyses en risicoanalyses van uiterwaarden kijken van hoe zit zo'n uiterwaard in elkaar? Waar liggen de risico's? Hoeveel beverterritoria zijn er? Waar zijn kwetsbare keringen? Zowel bij normale waterstanden als bij hoogwater. Hier gaan we natuurlijk met name over hoogwater. En zijn er al hoogwatervluchtplaatsen aanwezig? In de praktijk voldoen die bijna nooit aan de eisen waar ze aan zouden moeten voldoen. Omdat het officieel geen hoogwatervluchtplaatsen zijn. Maar kunnen we ze makkelijk opwaarderen zodat ze echt goed functioneel kunnen worden tijdens een hoogwater? Nou, ik neem jullie even twee voorbeelden mee. De eerste is een onderzoek wat we hebben gedaan in opdracht van de waterschap Gevierenland en Rijkswaterstaat Oost. Al in 2016-2017. De Bemmelse Water bij Nijmegen. Daar hebben we aan de hand van beversporen en met name geurmerken een schatting gemaakt van het aantal beverterritoria in die uitwater. Het waren er toen 7. En Rijkswaterstaat heeft toen kaarten gemaakt, of stromingskaarten, om te laten zien wat er nog boven water blijft bij bepaalde waterstanden. Nou, als je naar de wat extremere hoogwaters gaat, dan zie je in dit geval dat eigenlijk alleen een steenfabrieksterrein boven water uit blijft steken. Nou, dit zie ik al als een risico, want bevers zijn echt wel territoriaal. Dus in hoeverre ze elkaar tolereren op één gebied tijdens een calamiteit als een hoogwater, daar weten we op dit moment nog te weinig van. Maar het is te naïef om te bedenken dat al die bevers in dit gebied, hè, van die 7 families, allemaal op dat fabrieksterrein gaan zitten. Dat gaat niet gebeuren. Dus je loopt hier een heel groot risico dat met een echt flink hoogwater die bevers in de kering gaan zitten. En je ziet hier ook die bruinige vlekken met witte cijfertjes. Dat zijn locaties die wat hoger liggen, maar wel onder water. En die zou je dus met een grondlichaam relatief eenvoudig kunnen opwaarderen. Iets ophogen, zodat de bevers daar ook terecht kunnen. En ook hier zou je eventueel met drijvende hoogwatervluchtplaatsen kunnen werken. Een andere case, die is heel actueel. We zijn bezig bij een project bij waterschap AMA's. Waar ze bezig zijn met een dijkverzwaring voorbereidingen. Daar hebben we ook dit soort analyses uitgevoerd. In dit geval een stukje uiterwaard met 2 beverfamilies. Dat zijn de rode stippen, dat zijn de territoria en de burcht die erbij horen. De blauwe vlakjes die je ziet, polygonen en blauwe rondjes met stippen. Dat zijn potentiële plekken waar je iets zou kunnen doen met hoogwatervluchtplaatsen. En dat witte zeilbootje is dan bijvoorbeeld een hoogwatervluchtplaats in de vorm van een drijvende. Je zit daar vlak langs de Maas, dus je zit daar echt in het stroombed, in de stroombaan met hoogwater. Dus je kunt daar geen grondlichaam echt in kwakken, want dat stuwt enorm op. En daar zou je dus iets kunnen doen met een drijvende hoogwatervluchtplaats. Je ziet al die lijntjes zo langs de waterkering. Dat zijn risico-inschattingen. Hoe lichter het kleur, hoe lager het risico is. Maar je ziet hier rood, dat is hoog risico, dus daar moeten ze ook nog wat aan doen. Maar dat heeft meer te maken met
risico's tijdens normale waterstanden. Ja, als we dit gaan doen, willen we ook allerlei kennis gaan verzamelen, want er ontbreekt ook nog heel veel kennis. We weten niet hoe die bevers ten opzichte van elkaar zich gedragen als ze geen familie van elkaar zijn. Wat ik al aangaf, bevers zijn erg territoriaal, maar we weten ook dat als ze verwant zijn, maar in een ander territorium leven, dat ze dan meer tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Maar hoe, in welke mate dat ook speelt bij een hoogwater, weten we niet. En die kennis is wel van belang, want als nou blijkt dat het bij een hoogwater eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt, en dat ze toch meer bij elkaar gaan zitten, nou, dan is het natuurlijk veel makkelijker om dit soort ingewikkelde uit te waden dan te beveiligen tegen graafschade tijdens hoogwater. En als dat niet zo is, wil je dat ook weten, want dan betekent het dat je opgave wat groter gaat worden en dat je dus meer mogelijkheden moet bieden. En daarnaast, in steeds meer uiterwaarden komen ook dassen voor. Dat levert zijn eigen problemen op met keringen, daar zijn we ook druk mee bezig. Maar wat ook speelt is dat als je hoogwaterverplaatsen in de vorm van grondlichamen gaat aanbrengen in uiterwaarden, ja, dan kun je op een briefje geven dat tijdens normale waterstanden die dassen al in die hoogwatervluchtplaatsen gaat graven. Dat kunnen we, denken we, wel oplossen door bijvoorbeeld dan een hoogwatervluchtplaats aan te leggen met verschillende grondsoorten. Dan pak je de extra zware klei om een gedeelte te reserveren voor de bevers. En een deel wat zandiger is, waar die dassen dan gewoon kunnen gaan graven. En op die manier zou je dit soort problemen dan kunnen oplossen. Maar we moeten daar wel kennis over verzamelen. Dus dat willen we dan ook in die monitoring van die toegepaste systemen opnemen. Nou, als dit allemaal verder gaat lopen, dan gaan we natuurlijk ontzettend veel kennis verzamelen. En die kennis die willen we natuurlijk delen, want ja, we moeten het allemaal met z'n allen doen. En we moeten ook ervoor zorgen dat iedereen van die kennis gebruik kan gaan maken. Nou, vorig jaar hebben we het kenniscentrum Bever opgericht. Ik hoop dat jullie daar allemaal al eens een keer hebben gekeken. Er staat nu al heel veel informatie op. In aankomende jaren wordt het verder uitgebreid. En de kennis die we opdoen met dit project, zullen we ook daarop weergeven. Daar wil ik het even bij laten. Ja, dankjewel. Dankjewel, Wilmar. Ik ben dan heel even benieuwd, wie heeft wel eens op die site gekeken? Oh, dat gaat heel goed, Wilmar. Ja, dat is. Maar ik denk nog een derde, jongens, vanmiddag meteen even doen, hè? Dankjewel. Nu gaan we op excursie, op schoolreis wilde ik bijna zeggen, op excursie. En dat gaat als volgt. Er komen hier voor de deur, waar jullie zojuist ook zijn binnengekomen, 4 bussen. Het maakt niet uit in welke bus je stapt, want beide groepjes bussen, steeds 2 bussen bij elkaar, gaan naar beide locaties die jullie gaan bezoeken. Dus zorg vooral dat je in een gezellige bus terechtkomt, zou ik zeggen. Het maakt dus niet uit voor waar je heen gaat. We hebben wel een klein beetje haast. Dus Daan en ik hadden bedacht dat jullie in mars achter bijvoorbeeld Wilmar aan naar die bussen gaan. Jassen, tassen mogen mee, maar je komt hier ook terug. Om dan om 4:15 hier weer terug te zijn in de zaal. En dan krijgen jullie nog een afsluiting onder leiding van Cindy. En dan sluiten we met elkaar ook de dag af met een borrel daarna. Dus met gezwinde spoed achter Wilmar aan naar de bussen. Heel veel plezier. Welkom terug allemaal. Wie heeft er een bever gezien? Een echte. Oh, wel jammer. Ja, hier staat hij nog. Dus vandaar, dat was natuurlijk, die kans was groot. Maar jullie hebben vast wel andere interessante dingen gezien. Wat er in ieder geval te zien is, is hiervoor op tafel is een uitstalling gemaakt door, in ieder geval met behulp van Cindy, van een aantal dingen die je kunt komen bekijken. Bijvoorbeeld hoe dat geknaagde hout er dan uitziet. Er liggen wat materialen die je kunt bekijken. Als jullie goed hebben meegekeken op het scherm, is een filmpje te zien. Van onder andere de shitbever van ProRail. Maar het is vooral tijd om te gaan afronden. Maar ik zie hier nog wat staan, Daan. Vertel. Nou, deze heb ik voor Filma neergezet. Het is een cadeautje van ProRail om Filma te bedanken voor zijn bijdrage. En we hebben denk ik ook voor de andere excursieleiders, Wijnand en Jasper, als die aanwezig zijn. Zo'n pakje, maar die geven we via WDOD aan hen door. Gerrit, jou ook. Dankjewel. We hebben geen bever gezien. U kunt hier nog wel uw geurspoor achterlaten op de tafel, want dat is het enige eigenlijk wat er nog ontbreekt. Deze breng ik zo meteen aan Wilmar. En wij hebben om
Wij zijn vanochtend begonnen met de gedachte, we moeten een kennissymposium doen om in ieder geval mensen bewust te laten worden. Dat heb je heel sterk benadrukt. Hou die bewustwording erin. We moeten kennis delen en kennis uitwisselen. De mensen van ProRail hebben mij gezegd, wij gaan als ProRail dat serieus aanpakken. Wij willen onze sporen veilig bereikbaar houden. We hebben respect voor de bever en we willen dat op een zo net mogelijke manier doen. Om dat op zo net mogelijke manier te kunnen doen, zijn kennis en kennissen ontzettend belangrijk. En dat was een van de belangrijke redenen waarom ze aan dit symposium hebben bijgedragen. Ik denk dat een applaus voor ProRail op zijn plek is voor de organisatie. Karin en ProRail, dank u wel. Een applaus voor de andere deelnemers van het kenniscentrum die rolerend dit soort bijeenkomsten organiseren. Dus dat zijn het IPO, de provincies, dat is STOA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail gezamenlijk. En de Zoogdiervereniging, hulde daarvoor. En na het achterlaten van de geurmerken kunt u gaan borrelen. Heel veel plezier. Dank jullie wel.